En dat Internet was hun reageren. copyright strike. En Stop copyright. copyright. En you're banned. Levenbord. Oké, jongens, wat voor regels gaan we doen? I don't care. Doen we met de rode dobbelsteen? Sure, ja, die is wel leuk. Die is leuk, dat is leuk. Dat maakt... Nee, niet de rode dobbelsteen. Jawel. Nee, die verneukt het spel. I don't care. Die zorgt ervoor dat je 23 uur bezig bent. Juist, dat maakt het leuk. Nee. Jawel. Trust me, Monopoly Plus maakt het niet leuk. Jawel. Op Monopoly Plus zorgt het ervoor dat je één iemand hebt met alle dingen en de rest heeft niks. Heb ik daar nou een uitnodiging gekregen van de famous streamer Joren? Ik wil katje! Waarom? I love this part of town, shut the fuck up. Edren, kom je nog? Ja, hij was niet op het grote scherm. Ik ben wel... Oh, jij bent er nog goed, oké. Why does it do this shit? What the fuck? Kut, Ubisoft. Ik ben wel... Oh my, ik kan hem niet eens... Shift F2. Ik kan niet op groot scherm. Ik kan niet op groot scherm spelen. Ja, nee, dat heb ik ook. Hij staat op Windows. Op, hoe heet het? Zeg ik het? Full screen Windows of zo? Hoe de fuck je het ook wil noemen? Heb ik ook, heb ik ook. Ik ben een vingerhoedje. Een naughty, naughty vingerhoedje. Ja, oh my god. Alleen de butterfly. Ik ben een very naughty vingerhoedje. I'm going up everywhere, if you know what I mean. Vingerhoedje. Sam, ik kom erin als een boot. I'm a shoe. I'm a shoe. Beep beep, I'm a shoe. Beep beep, I'm a shoe. Monopoly game ever. Op deze servers gaan dit niet eens aankunnen, zoveel spelers ervoor. Wat? Vijf mensen? Impossible. Zoveel mensen spelen nooit. Impossible. Oké. Oh yes, we mogen gaan gooien wie het hoogste gooit. Deze keer hebben we geen haperende dobbelstenen, dus we weten dat iedereen het goed doet. It's your turn. Oh, fuck hey. Off. Laatste keer speelde Hoe op je... Hoe durf je 10 te gooien? Oh, jezus. Hoe durf je 11 te gooien? Kom op, let's go. Ik ga 12 gooien. Let's go, boys. Dit is zo bullshit. Laat maar. Ik heb 10. Ik sta gelijk in Joren. Nu moeten we dus samen gooien. Dit is zo bullshit. Ik vind het trouwens mooi dat Eden is niet de rode kleur. Nee. Oh, Chris is aan het lijken, zie ik. Oh, ook 10. Oh my god. Weet ik ga gelijk... 3 gooien. Probably. Waarschijnlijk. 12. Oh my god! Oh fuck you guys, ik mag nog een keer gooien. Oké, Wacht, wat doen we? Oké. Oké. Wat? That's bullshit. Hell yeah. Hell yeah. Ik ga dit niet overslaan. Jullie kijken maar. Geniet ervan. Nee, iedereen kan eigenlijk dit zien met meer dan 2 FPS. Dat kan ik al. Ik heb het ook op de Switch. Ik heb het op de Switch gekocht. Eindelijk kan Oké, meer dan 30 FPS. Waar is mijn geluid heen gegaan? Hell yeah. 6. See. Ja, je moet even je privacy. Dat is toch wel echt 6 is dat, Eden. Op Windows. Ik las gewoon 2 en 5, oké? En dat is 7, maar het was duidelijk een 4. Nee, joh. Arnhem, Steenstaan. Heb je trouwens een andere taal staan? Ik heb hem in het Nederlands staan, dus ik krijg gewoon rare... Ik heb hem in het Nederlands. Ja, ik krijg dus nu Steenstaan uit Arnhem. Ja. Ik heb het in zijn Brits staan. Oh, Dilly Dally. Oh, good lord. Dat is ook zo'n ding. Voor je geluid. Het werkt! Winchester Castle in London, yes. Hoe de fuck maak ik dit big screen? Ik ben niet, Adrian. Het zuigt, waarom kan ik dat niet doen? Big ass screen. Als ik dat doe, kan al mijn andere schermen like, fucking raar staan ook. Ja, omdat deze resolutie van deze game zout is. Probeer de oranje of de rode straten op te kopen, die leveren het meeste op. Well, that's interesting. Hey, wat gooi je me nou om? Oh, nee. Wie moet ik nou betalen? Boop, boop. Oh. Oké, dus de blauwe straat is nu al helemaal opgekocht. Nice. Blauwe straat is gewoon volledig opgekocht. Mooi. En he's gone. Wat fijn dat ik daar nog langs moet komen. Ja, wat fijn dat ik daar nog langs moet komen. We gaan ik wil gelijk dat je mij de kaart ook moet betalen. Laten we gelijk beginnen met de achterstand, jongens. Let's go. Oké, wie moet betalen? Dan land van op een van ons. Oh, yes, je moet betalen. Op mij. Oh. Ja, bepaal die $6 alsjeblieft. Ik mag nog een keer, dus go. Dankjewel voor de ijs. Graag gedaan, joh. Draai. Draai. Wat de fuck? Hoe beweegt mijn vingerhoed?
Dat is amazing. Hij rolt. Hij rolt. Rosse straat. Yes, die gaan we... Hallo daar. Gaat in alles, maar in de wind is het wel. Nou, Chris. You go. Oh, 7. Wie sta ik dan? Volgens mij Adrian. Nee, algemene kans. Algemene kans. Algemene kans. Of weet kans. Je nog, Sam? Of zeg, niet 7, want ik kon niet tellen. Nee, precies. Ga 3 vakjes terug. Oh. Uh-oh. Oh, dat is belasting. De belastingdienst. Echt waar. Oh, yeah. De fiscus komt even, even wat geld verzamelen, jongens. Het is beter zo, want als we in het pretpark zaten, had je een ijsje betaald voor 200. Ja, basically. Dat vind ik wel mooi. Oh, ik mag? Oké. Hell yeah. Hell yeah. Hoi Sam. Hallo. Wil je met mijn bed en breakfast aankomen? Ja. Sam, wil je 10 euro aan me toe geven? Nee. Nou, fuck you then, 10. Ik heb kosten gemaakt op jou, omdat je op mijn straat sliep, ja? Oh, fuck you. Electric company. Not bad for insurance company. Oh, wat ga je doen? Fijn. Oh god, nee. Niet dit weer, hè. Oh, nee. Oh, no. Oké. Okay. Oh, god. Jullie zijn echt teleurstellend. Nee, het leuke is, ik heb dit wel eens een keer gedaan met... Ik heb dit wel eens een keer gedaan met... hoe heet het? Met Joren. En Joren die... Die zorgde ervoor dat hij ziet. Of die zorgde ervoor dat ik gewoon de hele tijd door blijf kijken. Dat ik er niet meer op let. En op een gegeven moment gooit hij er 100 bovenop, waardoor het veel te duur is. En dan moet ik hem alsnog betalen. Ja, ik ben bang over. Chris doet er bang over. Wat moet ik doen dan? Oh jezus. Oh, dat moest je niet doen. Dat moest je nou juist doen. Oké, ja, well, you can have it. Good luck. Ja, Chris, I'm sorry, maar alsjeblieft. Je mag hem hebben. Wat heb ik nou? Je hebt eigenlijk een nutbedrijf. Een flutbedrijf. Je hebt de Nuon. Dat betaalt fucking slecht nu. Als je die andere hebt, is het misschien oké, okay, maar... Ja, maar die twee zijn sowieso niet echt geweldig, die twee. Ze zijn niet gamechangers, zeg maar. Maar ze zijn wel mooi als je de hele straat hebt voor een lekker varen. Minikin. You landed on a free property. Wil jij de Vredeburg in Utrecht kopen? Jazeker. Nee. Ik wil Utrecht. Tivoli. 8. Belastingdienst, belastingdienst. Nee, is dit niet? Of met nee, net niet. Het is Den Haag, het pleintje. Wauw. Iemand Den Haag kopen, hoofdstad? Ja, Den Haag is geen hoofdstad. Van Nederland, niet van Nederland. In ieder geval, het is alleen nog de hoofdstad van onze politiek. Je erft $100, wel thank you. Ik weet niet wie die is doodgegaan, but thank you. Oh! Au, mijn hart! Dankjewel, Adrian. Ik wist niet dat ik in jouw testament stond. Mijn hart krak. Op deze game heeft Adrian maar 2300 en hij heeft ervan gevonden. Oh nee, Chris, je moet $6 betalen. Alweer? Dat is dezelfde waar je net op stond. Nee, dat was ik. Oh nee, dat was jij. Dat klopt. Ik heb $6 betaald aan Nikita voor een ijsje. Er zijn te veel spamers. Voor een juicy cold lollipop, if you know what I mean. Alright. Oh god, shut up. Wauw, wat is dat geworden? Dat is een 7. Ja, dat is een 1. Dus ik zit op geel, right? Yes. Yes. Nee, dat is oranje. Sorry, dat is oranje. Het lijkt gewoon heel erg geel vanaf de zijkant. I'm sorry. De beeldstraat. Het helpt niet dat ik blijf... Kijk, ik ben de gele kleur, maar het is ook niet perfect geel wat ik ben. Je bent eerder goudkleurig. Ja, daarom. Dus like, ik zit net tussen oranje en die geel daar verderop in. En dat verwart heel hard. Oh ja. We gaan echt... Omdat we met z'n vijven spelen, gaan we echt versplinterde straten hebben. Echt niet normaal. Ja, dat is het idee. Maar de eerste persoon die like, over de fucking shit in komt, krijgt de rode er ook bij. Toch? We doen met de rode dobbelsteen? Nee, ja. Je hebt $16. Oh no. Iets meer dan 3, sorry. Thank you. 8. Ass. Echt. Oh. Echt die weg. Een station. Oh nee. Ja. Oh goddammit. Hier gaan we hoor. Stations zijn altijd zeg maar die dingen die altijd lekker zijn om te hebben. Dat is wel een dingetje. Ja. Oh
for crying out loud. Ja, het zijn goede geldingen, maar like, als je ze hebben... Ik mag letterlijk niks kopen in deze game, merk ik. Kijk hem rollen dan. Voor de mensen die het willen weten, in deze game is het niet mogelijk om vrij parkeren een ding te hebben dat je geld van de pot krijgt. Ja, dus vrij parkeren... Kijk, vrij parkeren is leuk om op te landen in late game als alles opgekocht is en dat je dan geen pijn leidt. Dat is een beetje het idee. Oké. Okay. Adrian, you get two sloppy joes. Fuck off, zo. Ga je ruilen? Wil je ruilen? Oh, wat deed ik? Je hebt op een handelen geklikt. Onderin het scherm staat alles als je moet doen. Oh ja, ik ben. Ik had het ingedrukt, maar oké. Oh, dat is 11. Ik hoop niet dat je in de gevangenis komt. Nee, ik zit er net één voor. Kijk maar. Echt niet. Nee, ook weer een gele flikker. Let's go. Joran, als je met 5 mensen speelt, dan krijg je zoveel, versplinterde shit. Ja, maar Eden en ik hebben exact dezelfde kleuren. Ik ben in 1944 gestrand. Ah, ja. 1736. Ik in 2464, ik zit in de toekomst. Oh, dat moet vast zuigen. Het is nog steeds corona zeker? Ja, ik zit nog steeds... Oh, okay. Daar gaat Nikita. Jij hebt geen 1,5 meter afstand gehouden naar de gevangenis. Jij hebt het even dat mee. Dat zuigt wel echt heel hard de eerste ronde, want je hebt die rode dobbelsteen nog niet. En je bent bad kitty. Bad kitty. Okay, bad pussy. Bad pussy. Oké. Okay. Oké, daar gaat mijn geld. 3. Oké, daar gaan we geld. Belasting betalen, Joren. Precies, lekker. Dus het enige wat ik weet is dat ik waarschijnlijk de eerste ben die weggespeeld wordt. Ja, Nikita, ik heb letterlijk ook nog maar één vastgoed ding, dus ja. Ik bedoel, je hebt wel de slechtste kansen nu. Fuck! Volgens mij is dit gevangenis. Wat heb je? Oh, mag ik een keer iets kopen in plaats van alleen maar betalen aan anderen? Nee! Merk het. Godnom. Nou, wie ga ik vandaag weer betalen? Omdat ik erop land, Joren. En ga dichter bij je mic zitten, niemand hoort je. Vind je dit lekker dichtbij, Adrian? Ik microfoon wat harder, god. Is dit dichtbij genoeg, Adrian? Is dit dichtbij genoeg? Het is niet dichtbij genoeg, zo. Oh shit. En dit? Hoe dieper in het keelgat, hoe beter. Ik weet wat ik voor je verder kan halen, Joren. Maar ik denk dat Nikita het leuker vindt dan jou. Oh, nou dit is interessant jongens. Oh, de waterleiding. Chris, koop hem. Daar heb je ze alle twee. Je kan hem ook weer veilen, maar ik ga hem niet aan je geven. Waarom moet ik hem kopen? Dan heb je ze allebei. Je hebt hem compleet. Dus nu als iemand erop komt, dan wordt het keertiende stappen. Ja, 5 jaar geleden of zo. Oké, deze man is barbaar. Cultuurbarbaar. Nee, dan gooi je geen 10. Wat gooi bedoel je 1. Geen 10? Wat zijn je 8? 4? Hé, ik wil wel Den Haag hebben, hè? Is dit groen? Ja, kijk, jij moet wel Den Haag hebben. Chris. Nee, ik moet wel Den Haag hebben. Ja. Algemene fonds. Je wint de tweede schoonheidswedstrijd. Ik ben tweede! Jullie zijn allemaal lelijk. 1 iemand van jullie is mooi, maar de rest is lelijk. En over wie hebben we het dan? Dat weten we niet. Eén argument was... Oh, ik had ook dubbel gegooid. Wat moet ik nu? 5? Dan mag je nog een keer. Daar reed je niet eerst. Ik moet 6. Dat is echt een hele vervelende disqualificatie. Gewoon zo van, je hebt rood haar. Dus jij wint nooit eerst in een schoonheidswedstrijd. Oh, je mag volgens... Oh, yes, de bring. En ik heb de rode dobbelsteen, als het goed is nu. Hallo. Hoorde ik daar free property? Hoorde ik daar free real estate? Is dat gratis? Wow. Nee, is het gratis. Is dat free real estate? Waarschijnlijk omdat ik die 200 coins had gekregen. Is het free real estate? Godverdamme. Shut up, Sam. Die meme is dood. No. We're gonna let you. Nee! Ja, koop het. Stapje D. Nu zit Sam ook vast met die straat. Ja, heel leuk. Geweldig. Ik heb nog maar 1 ding kunnen kopen. Fuck. En nog geen enkele. Jij kijkt echt blauw, man. Kom op. Solaris, Joren. Solaris. Je krijgt lekker de Solaris. Betaal al je huisjes nu. Nee. Als hij er nu uit is, is dat heerlijk voor iedereen. Tering zo oi. Oh.
gaan een lange game als iedereen een halve straatje gaat hebben. Ja, nee, dat wordt, dit wordt echt... Oh, god fucking cock, staggity dick, sorry. Daarvoor kunnen we ruilen. Mag ik een property kopen? Oh my game. God. Het enige station ook. God damn it. Op deze manier ben ik gewoon de eerste die uit wordt gespeeld. Oh, for fuck's sake. Nou, ik denk ik. Nee, jij niet, want jij hebt al iets van een heel ding. Ik heb één kaartje en ik land de hele tijd nu op iedereen. Wow, dus dit wordt leuk. Wat is dit? Waar ligt dit? Rotterdam, oké. Rotterdam. Ik heb zoveel geld, ik kan alles kopen. Nog een keer. Oh, ik mag nog een keer. 5. Wat? Blauw! Ja, van blauw. Oh, dat is de beste straat in de game. Ja. Oh, dan ga ik die ook kopen. Nou, de beste straat misschien, de meest gelande nooit. Maar het is niet de meest gelande, maar het is wel de I'll take you anal straat als je erop komt met een hotel. Je eerst met een hotel, zelfs zonder hotel je gekillt om alles in hypotheek te zetten en shit. Oh ja, ik ben... Het is zo van, hey, jij wil hier verblijven. Vrije straat voor mij, als het goed is, right? Of yeah. Niet straat, like... God, nu heeft iedereen ook een ding van... Oh, god, oh. Hallo, Sam, wil je ruilen? Ik heb niks om te ruilen. Ik heb één kaart om te ruilen. Jammer, zeg. Oh, yes. Laat maar kijken. Dan mag je paars naar mij toe ruilen, als je failliet gaat. Je roze bedoel ik. Magenta. You must pay this player. Oh, don't you just love it? Precies dat. Alright guys, Mr. Monopoly. Oké. Okay. Als ik een 1 had gegooid, mocht ik precies kiezen waar ik wil landen. Maar ik gooi een 2. 3 eentjes toch? Yes. Of 3-2 of 3-3. Ja. Kijk, zo in ieder geval alles wat met die rode ding heeft. Samen krijgen we ook niet. Kijk, dit wordt leuk. Oké, okay. Nou, op wie ga ik nu landen? Sam, wat zeg je nou? Je hebt het meeste geld van ons allemaal. Jee, oh kijk eens aan. De dorpstraat, jee. Nu kan je met me ruilen. Ja, nee, dat hoeft niet. Ik vind het wel even goed zo. Maar leuk, ik zeg het alleen. Ik wil gewoon heel lang wachten met ruilen, want god, dit wordt hoofdpijn. Nee, we moeten dus nu ruilen, Sam. Als wij onze straten vol kunnen maken, kunnen we al mensen like money aftroggelen. Maar je gaat je in huis neer kunnen zetten en shit, als zij een straat hebben. Hallo. Dankjewel. Hallo, ik moet betalen. Arigato. Einde beurt. Adrian, what about? Ik geef jou mijn gele voor jouw oranje en blauwe. Hou je bek, Johan. Zijn nou legit? Andere... Ik geef je mijn gele voor jouw oranje en blauwe, voor 2. Are you stupid? Do you think I'm stupid? Je moet naar de waarde kijken. Nee. En? Je moet kijken dat die andere gele nog... Nee, je kan me geen straat geven, zo... Nee, dat is niet waard. Oké, dus we gaan nooit kunnen ruilen met Adrian, dat is duidelijk. Nee, niet nu. Ik zeg duidelijk, niet nu. Niet op die manier, in ieder geval. Geef Joren nooit een hele straat, want hij koopt alle huisjes op. Hey joh, ik heb geld gekregen, ja. Hoeveel? $90. Waarom krijg jij meneer Monopoly? Ik word rijk. How do you do that? Kiezen tussen hoeveel stappen eruit. Nee, dat bus telt niet. Nee, kijk. Als je dubbel gooit, telt niet. Are you interested in buying this ass? Groot ook. Joren, nu ben je mij aan het volgen. What the fuck, waarom die bus? Nu mag ik niet. Doe 1. Al 4. I love what you've done to the place. I love what you've done to the place, Joren. What the fuck is dit? 6. Oh god, nee. Oh, yes. Ga naar dit percentage station niet voor. Oh yes, thank you! You did it, Goku! Nee, Joren, nee. Nee. Je hebt het station. Joren, stop even. We weten hoe jij werkt met dit spel, oké? Nee, ik zeg no. Ik zeg niet. Je bent niet te vertrouwen in Monopoly. Oké, nu is die stad helemaal opgebroken. Alles is opgebroken.
Ja, alles is opgebroken. Er is niks, behalve die van Chris dan, behalve Chris zijn bedrijven. Ja, maar dat boeit niemand. Voor de rest is alles al opgebroken. Ja, alleen de, alleen, ja, de, alleen, ja, nee. Ja. Zijn nog... Ja. Nee, toch? Er is nog één rode, toch? Geen gele. Dat heeft er niks mee te maken. Oh, iedereen heeft een deel van een hele straat nu, basically. Ja, oké. Okay. Laat het zo zeggen. Meer dan twee spelers hebben meerdere straten, dat is wat helemaal. 10. Groen. Vrij. Groen. Arigato. Oké, nu is het echt allemaal verdeeld. Dit is nu echt allemaal verdeeld, want Chris had ook nog een groene, dus ja. Ja. Roll the dice. Blauwe, dat is... Oh ja, de blauwe nog op zich. 9. Ja, oké. Maar elke straat heeft in ieder geval iets van het woord. Oh, dankjewel! Easy buck. Oh, for fuck's sake. Oh, vrij in de buurt toch, is dat niet? Ja, vrij in de buurt. Oh, god damn it! Echt waar, Joren. Wat is dat? Dat is de Kalverstraat en dit is de meest irritantste. Je mag het van hem kopen, maar je wilt het niet aan hem verkopen, oké? Nee, Chris, doe het niet. Onder geen enkele voorwaarde. Are you to sell that to Joren? Ik kan niks verkopen. En ga het ook niet ruilen voor een andere kaart. Don't. Just don't. Je neemt Utrecht. Just don't, Chris. Hoe aantrekkend het ook ziet, hij fuck je mee in the end. Don't do it. Don't do it. Ik ga jou nog een hoger bod geven dan ik zelf zou doen. Dat is zo weinig, though. Dat is zo weinig, though. Kan ik geen tegenbod geven dan? Ja, dat kan je doen. Hij moet eerst nog deal doen, zeg maar. Okay. Dan moet jij doen tegenbod. Vraag als de kaarten. Vraag alle kaarten. Hoe moet ik wat toevoegen? Je gaat gewoon bij hem kiezen. Ja, ja, dan kan je op... Ja, vraag de Kalverstraat van hem. Ja, ik wil die hebben. Nee, die krijg je niet, weet. Doe het. Jij hebt niet de kaartjes om dat nu te doen. Je kan ook geen interesse doen, trouwens, met Backspace. Nou, dan niet, joh. Oh, wat deed ik? Niks, je deed niks. Doe gewoon Backspace. Nou, dan niet, joh. Als je die niet wil ruilen, dan wil ik ook niet ruilen. Ach, maar het is letterlijk dezelfde straat. Dan kan je... Als je gewoon ruilen... Jongen, je begrijpt de game niet, hè? Of wel? Kijk, het maakt mij niet uit dat het niet... Het maakt mij uit dat ik wil ruilen met de... Zie ik daar nou een tweede station? Yes, give me that shit. Sam, interesse in het... Stop, Joren! Oh, ik ben alweer aan de beurt. Proposition. Oh, I have a little proposition for you. Wie moet ik betalen vandaag? Nee, je kan hem kopen. Oh. Ja, je kreeg, als je een monopoliemannetje gaat, kom je naar het eerst volgende vrije plek terecht. Ja. Ik heb maar twee kaarten, godverdomme! En ik keer dat eruit op. Wil je ruilen, Nikita, voor wat monies? Nee! Waar kom ik terecht? Is dat is mijn straatje. Hallo, Nikita. Kom bij... Oh, $2. Holy shit. Ik loop binnen. Wat doe je, Nikita? Zakchips. Ik heb een zakchip bij de Lidl. Holy crap. Fuck me. Paprika smaak ook nog. Zie ik daar nou belasting betalen? Lekker, Nikita. Nikita, waarom duik je onder voor de fiscus? Ze vinden je toch wel. My god, dat is zo rigged. Dit is rigged. Dit is rigged. Dat was 100% rigged. Dit is 100% rigged. Hij krijgt te vaak die fucking... Hij krijgt te vaak dat dobbeltje. Niet eens dat mannetje per se, maar het is like... Dat mannetje draait op het laatste moment nog super langzaam. Op, in plaats van dat hij terug zou moeten vallen. Ja, goddammit. Dat was weer. Er zijn nog maar twee kaarten in het spel die gekocht worden. Er is nog één treinstation. Maar het is je aan het ruilen. Kaart. That's it. Wat is dit? Bied dit en dit aan voor rood. tegenwoordig. Maar. Ik ga niet belachelijk zijn, dat moet je wel doen. Kan ik dit doen? Ik heb ingeluk, zou je. Anders ben je wel een beetje. The fuck, Adrian. Ik ben gewoon eerlijk. Nee, maar je moet realistisch blijven.
Ik ben super realistisch. Ik ga al je geld vragen. Ik ben super realistisch, ben ik. Ik ga al je geld vragen, maar ik ben super realistisch. Al zijn geld. Ik ben super. Je gaat 200, je gaat 1226 vragen of zo, en dan houdt hij 1 dollar over. 1600 voor 2. Nee. Deal? Dat klinkt verkeerd. Dude, het is dat of geen bot, joh. Het is te vroeg voor een straat met jou. Je hebt te veel geld nog. And you know it. Ik weet één ding, hij gaat sowieso alle huizen opkopen als je hem een volledige straat geeft. Dat is één ding. Ik kan dat niet eens doen met één straat. Nee, dat kan je niet met één straat doen, maar like... Kijk, die... Het is te vroeg, Joren. Misschien later, oké? Okay? Het is te vroeg. Vooral voor een drie straat daar, like op de helft van het nee, ik snap het, maar dit was wel echt... Oh. Daarom vroeg ik nog zoveel, weet je, dan ben je alvast een beetje down. God, helemaal aan de andere kant. Hey, kijk eens aan, ik heb nu 3 stations. Hallo. Tjuk tjuk, motherfuckers, ik ben de NS. Tjuk tjuk. Dat is veel interessant dan dat Sam. Dat zijn nog wel. Oh, Sam. Nou, dus dat zijn alle kaarten, geweldig. Nikita heeft 2 kaarten. Ik heb maar 2 kaarten, zijn nog, ik ga het eerste spuit gespeeld worden. Well. Daar gaan alle kaarten, jongens. Dus nu wordt het een lang spel van keihard onderhandelen. Nee, heel lang. Mm-hmm. Heel lang. Ik heb officieel geen geld bijna. Oh. Ik kan ook met mij naar mijn hand. Voor mij valt er niks te onderhandelen. Voor mij is het dus nu, van je nu wordt het tijd om te gaan ruilen. Ja. Ik zou zeggen, pak Nikita haar ene kaart. haar ene roze. Hey. Waarom? Ik weet niet wat gebeurt er eigenlijk als je dat mannetje krijgt. Oh, daar ga je. Oh. Dan ga je naar dichtstbijzijnde. Zeg maar. Nou, je stapt gewoon naar dichtstbijzijnde property. Ja, je gaat eerst 10 stappen doen als je 10 gooit. En dan naar het dichtstbijzijnde vakje van iemand anders. Enjoy your stay, my good friend. Je moet wel echt ondernemen. Alright. Ja, nee, dat is al. Nee. Dat is al nee. Yes. Iedereen is... Oh, hij gaat je bijbetalen, joh. Kijk, dan wordt het interessanter. Als je zo belachelijk doet als net, misschien. Dude, ik krijg er niet eens een straat van. Hé, hey, maar dit zijn zo gevaarlijk. Weet je, het is te veel om eerlijk te zijn. Dit zijn 3 straten die ik heb. Potentiële straten die ik heb. Niks potentieel. Ik heb niks. We hebben allemaal eigenlijk... We hebben eigenlijk gewoon pure niks. We hebben eigenlijk gewoon allemaal pure niks. We hebben allemaal losse straten waar we helemaal niks mee kunnen. Jij kan een straat hebben. I mean, jij kan met Joren het station schuilen. Ik denk dat ik de meest lucratief op het moment heb. Gewoon puur omdat 3 stations zijn wat iets van $100 per stuk. Nu als je erop komt. Uh-huh. If there's demand, there will be an offer. There will be an offer. Oh, ik ga die blauwe niet bijgeven. Nee, ik ga hem er niet bijgeven. Joren, je vroeg net meer daardoor meer. De waarde was veel groter. Nou, maak je er iets minder geld van, maar ik weet niet eens waar ik zat. Waar zat ik met 300? Is dat 380 of zo? Nee, er moet nog iets meer bij. Is dat op 630, 640? Nee, dat was het niet wat ik zocht. Doe maar rustig, I know what I'm talking about. Dat je niet mijn eerste deal nam, neem deze. What's your offer? Hey, ik ga nog steeds. Ik geef jou aan, ik wil die blauwe wil ik weghalen. Oké, guys, dit is wat we call. 5 uur later, dit is de tussenstand van het onderhandelen. Ja. Ja, geef me nog 1 beurt, oké? Fijn. Hier, een aanbieding. Oh my god. Trading is the heart of business. Je moet dansen trouwens. Jesus. Oké. Okay. Ik ga die blauwe er niet bij geven, dat zeg ik alleen. Nee, ik ga daarmee. Oh, fuck that shit, goodbye. Je wou een aanbieding! Ik ga niet dat soort mannen. Oh, fuck you dan. Fuck jou. Johan durft niet te ruilen.
is. Nee. Hebben we ook geen straat. Het mooie is, Nikita heeft ook niet echt iets om te ruilen. Dat is een beetje sad. Nee, ik potentiële straat. Jee, ik vind het mooi. Nikita heeft eerst $200 af moeten dragen aan de belasting. Ze krijgen nu gewoon inkomstenbelasting terug van $20. Dit vind ik wel echt heel mooi. Echt hoor. Ja, een klein foutje. Een klein foutje. Ja. Oh. Betalen! Wil je dan alsjeblieft van mijn ijs halen? Nee. Waarom doe je het niet zelf? Je hebt de hele dag zeg ik al pakken. Jee! Oh nee. 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 Oh no. No! Oh no 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 no. Oh, je Nikita. Oh, $10. Alsjeblieft. Dank je. Alsjeblieft. Kan ik net wat langer van de straat af blijven? Nou ja, technisch gezien, als je op iemands straat komt waar geen huis meer staat, dan slaap je eigenlijk op de straat. Just saying. You know. Je kussen is een stoeprand, basically. Even kijken, 3 is Adrian. 5 is Kans. En 8 ben ik, dus dat zou ik niet doen. Zo! Geld, joh! Zo, €50. Wow, wie had dat verwacht met Monopoly? God damn it. Oh, je had die huisjes op kunnen hebben. Zo jammer. Zo jammer. Dit is nou jammer, Jorg. Gemiste kans. Oh god, daar gaat hij weer. Oh, alsjeblieft, gadverdamme, hou op met dat ruilen. Oh. Nee, man. Doe die. Maar ik heb... Geef. Oh, ik druk dit te vaak, oké. Jij kan deze hebben. En ik betaal je. Want je hebt het geld niet nodig. Wat? Ik doe er niet heel veel bij. Maak het 100 extra als je het helemaal niet zou kunnen zeggen. To you? Het is in principe voor Nikita nog een oké. Hij is nu in ieder geval dicht in de buurt van de straat. Hoe wil ik hem behoud die ene laatste krijgen van Sam? Gewoon niet. Sam, je moet hem gaan betalen ervoor. Nee, Sam, ik moet wachten totdat Sam bijna bankrupt gaat en dan met geld komen. Nu is er een hogere... Ik denk dat Sam wel aardig genoeg is om jou om dat te geven. Nee. Oh god, je mag kiezen waar je mag. Gewoon de startfuckers. Overal. Ik denk goed nou. Gewoon de fucking start, man. Doei! Good news. Lekker op start. Je zou maar expres landen op de betaal 200. To scare your enemies. Oh god. Alright, is het Chris? Waar ben ik zelf? Perhaps you should manage your portfolio. Perhaps you should manage your portfolio. Zet hem in de hypotheek. Ja, nee. Zo wil je met mij ruilen. Oh nee, daar gaat hij weer hoor. Chris, doe het nooit. Niet doen. Ik zweer het je. Doe het niet. Ik geef jou deze en ik geef jou deze. Sam heeft er 3 van. Die wil misschien wel leuk ruilen. Oh my god, niet doen. Chris, don't. Chris, I beg you, for the love of God, don't do it. Please. I'll suck your D if you, als het moet. Okay, just don't do it. Wow. Te weinig. En hij heeft het geld niet eens nodig. Is te weinig. dit is een best oké deal. Nee. Okay. Nee. Iedereen zegt, doe het niet. Please don't. Want dan worden ze... Want ik kan weten dat ik al een van de eerste ben die erop gaat staan. En dan ben ik gewoon zo en zo gevallen. Oh, wat ben ik nou aan het doen? Weet ik niet. Oh, je mag ook maar een verlaten gevangeniskaart hebben als je wil. Dan mag je gratis een gevangeniskaart. Nee, verlaten gevangeniskaart, godsamme. Als je het niet wilt doen met je bek. Ja, maar kijk als Joren beide die straat hebt, dan wil je gewoon in de gevangenis blijven, zodat je niet op die 2 straten komt. Dat is basically een beetje de tactiek. Oké. Wil je deze niet geven dan? Nee, dat heeft geen nut. Dat denk ik wel die ander. Dat werkt niet zo. Nieuw! Zo werkt het. Nee, dit is hoe het werkt. Jij geeft mij een duurdere straat en je krijgt een goedkopere terug. Of zoiets. We call that exploit. Exploit. Hoe zeg je dat? Exquisite. Exquisite. Exposed. Exploit. Exploit, ja. Exploiting the market. Pink Floyd. Exploiting the fucking monies. Pink Floyd, hell yeah. What?
Nee, dat is hetzelfde als net zoals... Stop nou, dit gaat nooit... Chris, doe maar gewoon backspace. Waarom kunnen mensen niet bedenken bij zichzelf dat als er geen deal uitkomt, komt er geen deal uit, klaar! Je moet een paar keer proberen. Ah! Hey, je moet hem steken met een firepoker, totdat hij het... Oh god, ja, fucking me. Fucking me, okay. Fucking me, mamma mia. Hey, let's go. Dat is niks speciaals. Wat een kaart. Oh yeah! Here we go. Hey, mom. Money safe. I mean, basically, het is een money safe voor mij, want ik kan nog steeds handelen. En ik kom op niemands andere straten, dus. En alles is al opgekocht, dus fuck it. En als je niet te snel uitkomt, moet je nog steeds 50 betalen. Dubbel! Wie komt er bij mij op bezoek in de gevangenis? Is wel leuk. Shiny, Sarina, let's go. Hey, daar gaat je inkomsten, daar gaat je salaris weer. Geweldig. Wauw. Oh, wat nou weer? Wat bedoel je, wat nou neer? Ja. I love this part of town. En je ontvangt ook nog steeds geld trouwens, Sam. Kom maar hier met die $10, dan kan ik mooi even, daar kan ik mooi shit van kopen. Tandenborstel. Tandenborstel en tandpasta. Ja, een stukje zeep. Moet wel oppassen dat ik, moet wel oppassen in de douches ermee. Dat ik hem niet laat vallen. Hey, dankjewel joh. Ja, op zich, Chris heeft tot nu toe het meeste uit zijn shit gehad. Oh god, hier gaan we weer. Ja, nee maar... Wil je met mij traden? Wat dan? Ja, natuurlijk. Wil je met mij traden dan? Jij kan een straat krijgen, right? Oh, dat dus klopt. En dat is klopt. En ik wil dit. En ik gooi er wat geld bij, want je zit onder de 1000 volgens mij. Ik weet het niet hoor. Nee, ik zit erboven, dus... Net. Nou, geef je er nog wat. Nee, ik zit er ver onder, dus ik heb wel heel veel geld nodig. Nee, ik zie het. 1014, man. Shut up. Don't do it. Here you go. Heb je een straat? Kan je huis dus al neerzetten? I mean... En als je die blauwe van jongen krijgt, of fixed... I mean... Dan heb je een hele kant van de bord. I mean, ik heb een straat en jij niet, dus... Nee, precies. Ik kan alleen kansen maken hiermee. Yes, I need... straat. Kijk, dit is hoe je wel horen. Geen idee wat ik ermee kan, maar het zal wel. Serieus? We gaan zien... Chris heeft eigenlijk het meest complete nu dan. Just saying. Ja. Wat kan ik met een... Hoe zet ik huizen erop? Ik weet het niet. Je moet zo meteen eerst gooien. Oh. En dan is het ergens rechtsonder of zo staat lijkt wat je moet doen om... Krijg ik dan heel veel geld? Als mensen erop landen wel, als je er huisjes op zet. Oh. Ik ga huisjes erop zetten. Ja. Okay, maar je moet eerst sowieso gooien. Your rent is due. 6. Ik moet meer inkomsten hebben. Moet ik langslopen in het gratis. Sure. Weet je, ik vind het eigenlijk wel lekker hier nu. Ik ga gewoon een beetje gooien. Kijk wat eruit komt. Oh, wat jammer nou. Ik zit nog steeds in het... Oh, wat jammer. Dat vind ik die was jammer. Ook van mij. Oh, mijn turn starts now. Oh. Oké, je gooit. Oh, dat is oké. Als het goed is, moet je op de kaart drukken en dan ga je naar groen toe. En dan als je op groen drukt, zegt het lijkt, wil je de huisjes opzetten. Of wil je hem in de hypotheek? Wie moet ik nou weer betalen? Johan. Ja, Oké, en nou? Oké, kaart volgens mij? Ja, kaart. Kaart, en dan? Ga naar groen toe. Ga naar de groene toe. Oké, dat had ik zo gedaan. Maakt niet uit. Groen. Nu staat er rechts erbij. Pijltje omhoog, wat doet dat? Dat is een huisje erbij, dat is goed. Dat is shift. Je moet shift doen. Je moet shiffy. Ik ga terug naar groene. Je kan ook op drukken. Weet wat? Deze shift. Ja. Die shift. Je mag maar één huisje per keer opzetten. Of niet per keer, dat zeg ik fout. Je mag maar één huisje steeds op een ding zetten. En als je op elke één huisje hebt, dan mag je een tweede neerzetten.
Dus nu mag je een tweede neerzetten, maar je hebt nog maar net over 5, net onder 600, hè. Dus, dan stop ik hoor. Hoe ga ik terug? Waarschijnlijk backspace nu. Backspace. Oh, zo werkt dat. En heb je een huis erop staan dan? Ja, nu staat er huis op en zijn ze meer waard. Oh, ik wil zien hoe mijn huis eruit ziet dan. Oeh, ik zweer het je. Ga je nu zien, denk ik? Nee, ik ga eroverheen. Oh, wat jammer nou. Als je niet open staat, niet open. Hey, kom gezellig, kom betaal $2 en get a free... Holy fuck! Betaal $2 en je krijgt een gratis... huis. Ja, dit is goed. Beenbreuk. Beenbreuk. Het is nog geen constructie, dus wat denk jij? Wow. Ik denk niet veel. Ik speel Pokémon. Ik. Dag Sam. Hi. De douches zijn goed hier. Een shiny. Ja? Ja, ik bedoel, je doucht lekker met elkaar. Ik bedoel, gezellig, weet je wel. Gewoon een beetje praten, een beetje kletsen. Beetje voorover buigen, helemaal prima. Wow. Nee. Oh, de gevangenis. Paarloon, dat kan niet. Nee, dat mag niet. Wat ga je doen, Joren? Oh, daar gaat hij. Nou, ik ga mijn ijs halen, want dit gaat weer duren. Here we go again, boys. Wat ga je doen? You know what I want. No, I don't want that. Oh, God. You know I want it. No, stupid. You know I want it. Ik maak het wel makkelijker voor. Is een straat van een straat die je krijgt... 220 euro. Dat is fair enough eigenlijk. To be fair. Maar... ik ga geen blauwe geven. Nee, dat snap ik. En ook geen oranje, geen donkerblauwe. Dat is een beetje overpower. Maar kan je bruin geven? Nee. voor blauw. En dan kan je die ruilen met Sam. Deal. Het is een interessante, maar dan zou ik zeg maar die station weg willen halen. Maar dat kan je doen. Maar ik weet niet of Sam een vierde station wil om mij te... Natuurlijk wil hij een vierde station. Het is al moeilijk. Hij wil van mij de bruine, hij wil van jou het vierde station en van Nikita gaat hij geld aftroggelen wanneer het tijd is. Toch, Sam? Sure. Ja, dat is fair. Ik kom uiteindelijk wel terug voor Oranje, hoor. Nee, wat hadden we nou net afgesproken? Joren, dit hadden we niet afgesproken. Oh, jongens, dit gaat echt weer de verkeerde kant op. Oh. Dat is gelijk en een gratis hamburger. Gratis hamburger? Dit is een free hamburger. Hamburger. Oké, haal de hamburger eraf. Haal de hamburger eraf. Haal die McChicken eraf, oké? Ik geef jou hier twee straten. Ja. Oké, maar dan haal ik het bruine wel af. Want die staat er nog in. Nee, dat is juist het hele idee. Nee. Dat was niet het idee. Oké. Jouw keus. Boeit mij niet zo heel veel. We gaan vanzelf failliet op Chris dan. Ja, moet je wel op mijn land komen, zeg maar. Ga niet te snel spelen trouwens, Sam is aan de beurt. Oh nee, moet ik weer gooien, jongens. Ga niet te snel spelen. Ik bedoel, hij heeft 23 jaar gekregen, zo. Geef hem tijd. I may or may not have been, like, you know, I... Ik heb misschien een paar dingen hoe heet het? Ik heb misschien maar... Okay. You know, I'm just looking. You know what? Nee. Oh shit. Nee, kut. Wat ben ik aan het doen? Oké. Dat was kaart. But what did he do? On the kaart. On the kaart. Zo, als je twee doet, niet even. Is dat mijn rood? Ja, oh nee, die is van jou. Ja, de duurste rood. Je had daar huisjes op kunnen hebben, joh. Ja, dat weet ik. Ja, het ook op die andere twee huisjes kunnen. Nee, want ik was niet aan de beurt. Oh, Chris, je mag kiezen welke. Je mag kiezen. Wil je één ding voor. Ik zou zeggen voor één, want dan heb je kanskaart. Ik zou niet twee doen, want. Twee of drie moet je betalen, dus doe voor één.
Reis naar Station Zuid. Chris, wil jij even $100... Oh nee, wacht, volgens mij... Was deze nou van Joren? Nee, die was van mij. Betaal mij. Dankjewel dat je met de NS reist. Oh. 100! Jezus. Maar mooi is, je hebt alsnog geld verdiend daar in plaats van geld. Ja, precies. Dat is mooi. Heel mooi. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi, joh. Dat is toch. Heel even kort, want Dina moet fucking snel naar boven komen. Even heel snel. Gouden die steunen. Wow. Een dubbel. Dit is... Kans? Nee, met de naast. Oh nee. Persistence is the key. Nou, dan kan ik weer proberen met jongen, want dat is alles wat ik kan. Oké, ga het. Tering. I mean, je kan het ook met mij doen, maar ik heb hier kaarten voor je die interessant zijn voor je. Ja, ik wil je bruin wel geven, Sam. En dan, like, dat is letterlijk wat jij nodig hebt. Basically. Ik kan niks van hem krijgen. I want this. Ik kan hem geld geven, als hij dat fijn vindt. Wat mis hier? Je moet het bruin aan Nikita geven en dan Nikita ruilt die met Sam voor die... Dat kan ook, maar ze moet mij of ze moet Sam betalen ervoor, weet je wel. Hoeveel? 40. Ik wil die bruine ervoor. Dan mag je dat gewoon 40 afhalen. Of als je die bruine bij doet, dan moet ik wel gewoon equal pricing. Dat deed ik net, plus een hamburger. Dat deed je niet. Je zorgde ervoor dat ik 3 euro meer betaalde dan jou. Daarom zeg ik plus een hamburger. Hier. Equal pricing. That's fine. Nu moet Sam alleen met jou gaan rijden. Trading is the heart of business. Heb ik het goed gedaan? Ja. Ik zit ook even goed te kijken. Is... Ja, ik ben like, ik moet uiteindelijk voor die oranje terugkomen, maar het is oké. Okay. Ja, maar ik ga je nu alleen niet gelijk bij kijken. Dat is nou echt iets te... Nee, maar like... Anders is oranje gewoon een hypotheekstraat voor mij, dat is alles. Yay! Oh, je moet op oké. Ja, oké. Okay. Waar staat iedereen? We hebben Joren hier toevallig, wauw. Hier. En Sam zit daar. Oké. Okay. Oh, maar als jij aan de beurt bent en je 10 seconden niet speelt, word je uit de game gegooid. Excellent. Dus ik weet niet waarom, ik weet niet waar je mee bezig was zo lang. En ik gooi er hier of vast paar of. Ja. Oh, ik mag nog een keer gooien, fijn. Ik moet your turn starts now. Nee. Dat was puur bullshit. Dat was hapering. Ik kon er anders weer bij. There you go. Nu heb je wat meer geld. Want je hebt de kleurset, Joren. Wat zei ik nou? Oh my god. Het is de derde keer dat mensen erop komen. En wennen dat ik een nieuw huis opzet en er niemand meer op gaat komen. Wauw. Ingenious. Ingenious nog wel. Geweldig. Kom even op komen staan. Heerlijk. Gaan zien? Niet al. Zijn er te veel mensen dit aan het spelen? Eigenlijk wel. Ja, het zorgt ervoor dat like, mensen zoals Sam en Nikita niet in de... Is het like, het is bruin en stations? Of het, het is like, eentje moet in ieder geval doodgaan om de andere compleet te maken? Even kijken, wacht. Sam. Oh god, nee. Oh god. Well, hier gaan we hoor. Here we go. We are gonna go here. Hij wil die bruin natuurlijk. Waarom heeft hij bruin? Mag ik even vragen? Ik let er heel even niet op en dan heeft hij opeens bruin. What the f... Omdat ik nu 2 grote straten heb. En hij heeft een hele easy straat waarvoor je like, maximaal 250 betaalt. Na start dat is dan ook. Nou, dat is ook niet om hier te krijgen, maar het is gewoon lekker inkomsten. Als mensen opkomen, ja. Vooral omdat je nu die rode dobbelsteen hebt, is daar meer kans op. Het is een verdubbeling van je inkomsten als mensen met DNS rijden. Dat is waar. En je krijgt een profit van... Just do it. Just do it. Maar goed, just do it! Weet je wat ik zou doen? Meanwhile, hij met zijn trades... Ik zou de bruin van Joren pakken en hem er juist meer... En juist hem betalen voor die 2 dingen. Nee. En, like, dan krijgt Joren alleen maar geld, maar
Het spijt zo. Dit is lekker. Dan kan je hem net zo goed weigeren als je dat gaat doen, Sam. Dan kan je net zo goed van weigeren. I love it. Oh, je mag me gratis verlaten gevangeniskaart, dat straks als je vast zit. Nee, joh. Moet echt wat sneller spelen, jij. Oh shit. Kut. Oké. Ja, you know what? Dan doen we het straks wel. Ik stuur het nog een keer naar je. Oh nee. Ik ga nog een keer allemaal. Oh my god. Hey Sam, ik op goed vertrouwen. Op goed vertrouwen. Nee, maar ik doe even nu gewoon dit. En dan laat ik jou aanpassen. Ik heb de mogelijkheid. Dit is wat hij wou. Ja, dus ik wou hem nog geld geven, maar ik laat hem even. Ik vind het nu heeft hij meer tijd. Oh god. Eens even denken, wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we eens doen? Fuck. Sam? Ja, als je nou deze erbij doet, hè? Als je nou deze erbij doet, then I'm willing to accept your offer. Als hij die bruin geeft, Sam, kan hij 8 huisjes pakken gelijk. Ja, I know, daarom wil ik het niet doen eigenlijk. Dat is een beetje het hele punt. Daarom dat ik eigenlijk mijn bruin niet weg wil geven. Just saying. Ja, nee, dat is. Ik weet hoe Joran speelt. Ik heb wel vaker met een Monopoly gespeeld. En ik weet dat ik altijd gefuckt word als ik deals met hem maak. Ik zie hem op zijn stream op zijn stream. Weet je nog? Weet je nog die ene keer dat we in real life bordspel speelden en zo van. Ja, al huisje nog. En toen was iedereen van. Nee, er is geen regel. In plaats van vervolgens overal. Als je nou dit doet, Sam. Even goed kijken en niet dat ik deal klik. Kijk, ik heb gewoon precies een mooie waarde van 420. Oh, oké. Ja, 420. Nee, Sam, doe het niet. Doe het niet. Ik ben dol op dit ijs, ik zweer het je. Als hij onder $400 zit, dan kan hij de huisjes niet allemaal betalen. Ik ga niet $400 van mijn. Kijk eens, Sam. Don't do it, Sam. Het zit al hoog, hè, Sam. Just saying. Sam, luister. Je hebt het geld niet nodig. $440 winst. Je krijgt €200 in plaats van €100 per station. Dat levert veel op. En je gaat nooit fietsen op de Bruine Straat. Oh, no. I know. Maar ik zit gewoon zo van, ja, dan zijn wel gewoon ook weer 8 huisjes uit de game zo meteen. Ja, en hij heeft rood. Mhm. Waar je 12 huisjes... Nee, I'm gonna hold on to it. Wat betekent 20 huisjes? You know. Dan heb ik hier geld voor. Kunnen jullie dat niet doen als ik er al voorbij ben? Hey, zo werkt het spel niet. Dit is niet. Zo werkt het spel gewoon niet. Jezus, je gaat ook echt voor. Ja, nee, hij gaat altijd all in. Dat vind ik altijd mooi hiervan. Enige ding is though, soms pakt het verkeerd uit bij je. De enige manier waarop hij nog gefuckt meestal kan worden op dit punt is dat zeg maar bijna alle huisjes heb gekocht voor alles. Ja. En dat hij dan op een gegeven moment op iets komt waar hij moet uitbetalen. Dan moet hij alles op hypotheek zetten of huis verkopen. Dat is een beetje de manier waarop hij gefuckt wordt. Precies. Sam heeft Lucky gegooid hier. Want hij beseft niet dat hij uit de gevangenis moet. Ja, ik moet er nu uit. Dat is een beetje het ding. Nou, maar je hebt heel mooi gegooid. Oké, geweldig. Ja. Dit is mooi. Wat die stoelsteen, Jezus. Meneer Monopoly is een pain in the ass. Dit is hij. Monopoly. Hij is hartstikke lekker. Orange. Hola. What the fuck are you... Oh god. Gooi even 1. I wish. Gooi 1. Gooi 1 met 3 dobbelstenen, dat vind ik ook wel mooi. Nee, met 3, hè. Oh god, waarom zit die bovenkant helemaal vol met huizen? Nee. Ja, jullie staan daar. Het is een hele hoek daar trouwens, dus zeker. Oh nee. Oh no. Nee, iedereen staat daar, denk ik. Alright. Dat is oké voor nu. Ik hoop dat die volgende turn van op koop staat, omdat hij gewoon niet genoeg geld heeft. Er staan geen huisjes op Kalverstraat. Nee, maar Kalverstraat is 200 van zichzelf. Nee. 35 of zo. Oh, nee, 50. Nee, 50 als je kleurzet hebt, toch? Nee. En niet waar. Oh, ik had 100 als je kleurzet hebt. Waarom hoorde de politie op dat grond? Ik hoor treintjes. Nee, moet nog gewoon. Eder mag nog kiezen ook, de lucky battle. Tjoep. Dan zou ik gaan
Dan ga ik voor 9, denk ik, want die andere twee zijn huisjes. Maar volgens mij is 9 belasting, of niet? Hij moet wel voor 9. Nee. Dat is kansding. Ja. Okay. Oh nee, dit is heel kut dit. Dit is heel kut dit. Wat moet wel mee. Oh ja, ik was vergeten dat deze kaart bestond. Dit is ook echt een kaart die ik kan fucken. Echt, dit is echt... Dit is echt maar die grote vuist die gewoon is er van... Oké, dit is oké. Daar heb ik oranje. Kom even hier, bij de tralies. Buk even. Hier. Buk even, ja dus. Even bukken. Ja, iets verder naar voren. Ja, and here we go. Dan gooi jij eens even op rood, niet op Ederum. Het grootste probleem zou zijn als iemand hier nu niet op geel komt. Oh, dat is... Hele voor. Ja, ze mag kiezen waar je heen gaat. Dit is de tweede keer dat die kinderen heeft, de vlag. Ik zou juist net voor de blauw gaan staan, zodat je langer weg bent. Wacht, ze gooiden toch dubbel? Waarom moeten ze dan niet twee keer? Ze gooiden drie keer dubbel. Drie keer dezelfde, maar dan is het heel erg uit. Ja. Hallo. Yes. Ah, je hebt ook niet echt de verkeerde gegeven. Ook echt gewoon op diegene die niet gemorgaged heeft. Oké, jongens, nou let op wat hier gaat gebeuren. Let op wat hier... Oh no. Sam gaat naar de gevangenis. Ik ben er overheen. Sam gaat naar de gevangenis. Yes! Oh, want dat was dubbel natuurlijk. Ja, met dat die rode. Oh, wat jammer nou is dit. Oh fuck, ik moet waarschijnlijk betalen. Oh, wat jammer dit is. Dit is zo sad. Dit is zo sad dit. Ik zit weer in de gevangenis. Oh no. Oké, jongens, heb jij nog een plaats vrij? Dit gaat leuk. Kom erbij. Kom er gezellig bij, joh. Kom er gewoon. Ja, actually, no. Doe maar wel. Oh, nee. Oh, het zo'n moeilijk. Stel, had je nu maar een hele ding. Had je 200... Oh, wauw. Dan had ik $200 gekregen. Oh, wow. Ja. Holy shit. Tegenover de hoeveel dollar ik moet betalen als ik op die brink of ons dorp kom als je huis hebt. Dat is ook 200, dus zeg. Oh. Had je nu maar het volledige ding en had je... Ja. Ik zit in de gevangenis en ik verdien en ik make, and I make a profit. I mean, volgens mij is dat niet eens zo heel slecht in deze game. Uh-huh. Dat is waarom, dus dat komt puur vanwege dat Monopoly mannetje. Jij bent. Dan word je direct naar de fucking station gestuurd. Als je niet een dubbel gooit. Dat is echt heel hard. Maar ja, dat maakt de game wat interessanter. Nee, niet waar. Iedereen vindt van wel iedereen. Nee, het enige wat het interessanter maakt is dat je boekertjes krijgt. Daarna word je naar stations gestuurd. Dus de ene met alle stations heeft de markt. 9 vanaf hier is... Sam, mag ik erbij komen? Ik weet niet hoe we binnen moeten. Had je nu maar! Wauw. Shut up, Joram. Dan had je nu al €400 meer verdiend. Dat is waar. Dus hij had al lang dat geld eruit gehad. Joram gaat zo salty maken zo meteen. Ik ben niet salty, ik vind het gewoon prima, want ik zit gewoon hier lekker in die gevangenis te chillen. Joram is zeg maar al geïrriteerd hierdoor, want hij is like, ik had nu ook al bruin kunnen hebben. Ja, maar bruin had niks uitgemaakt. Ik had blauw kunnen hebben, wat is dit? Die wil met me ruilen, what the fuck? Maar blauw snap ik nog wel, maar ik snap alleen niet dat hij ook nog eens op het andere blauwe terug wil. Dat is... Oh. Is dat... Had je nu maar... Nee, dat is eigenlijk... Dat ik $4 kreeg. Give me... $2. Het verbaast me hoe vaak je hierop komen trouwens. Give me $2. I want $2. I'll give $2. Okay, dus... Hey jongens, speel even rustig aan. Ik ga heel even. Ga even met elkaar ruilen of zo. Ik ga heel veel drinken pakken beneden. Sam, ik ga met jou ruilen. Ik ben fast. Wordt niet uitgekikt en dan ga ik ruilen met AI. Oh nee, dat is niet eerlijk. Dat zijn echt benen die Sam. Mooi. Ik ga mijn ijs opruimen. Oké. Let's play. Geen 2 en geen 4. Ik ben blij dat ik Druk per ongeluk op de verkeerde. Druk op enter. 7 betaal ik, 2 betaal ik jou. Nee, ik ga nog... lekker veilig met Sam zitten. Betekent alleen maar dat je weer voor die straat komt. Beter dan dat ik voor Chris een huisje moet betalen. Dat had gemogen hoor. Ik wacht nog heel even wat langer, zodat Sam wat meer tijd krijgt. Je wilt nog steeds met Sam ruilen, ga gewoon door voordat Sam weer terug...
Oh, wait. Als ik doorga, ik zag het al. En je kan niet meer terugkomen. Ik ben gewoon like fucking salty, want ik weet dat je hard wilt ruilen. Maar eigenlijk maakt het op dit moment niet meer echt veel uit. Ik ga niet echt ruilen meer met hem, totdat hij zelf met hem opkomt. Aha. Nou, hoe lang verloopt hij over? Oké. Even de tijd in de gaten houden. Halleluja. Sam. Ik kan het niet heel veel langer rekken, Sam. Kan je niet ruilen dan? Nee, dat telt hij niet mee. Je kan ook gewoon even op failliet drukken, het werkt altijd. Holy fuck, ik dacht echt dat je op failliet had gedrukt. Nee, bos. Voor een momentje, gewoon omdat ik het opwacht. Had ik niet eens tijd voor gehad, dan moet ik nog eens confirmen ook. Sam, mee snel, Sam! 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 Auw. Wauw, wat ben je nu? Waar is hij heen? Hij is drink aan het halen en waarschijnlijk... Waarom doet hij dat nu? Hij heeft dorst. Nikita is nog niet langer wachten, want nu is Sam waarschijnlijk een kick. Ik bedoel... Adrian ook, maar ja dat... Inevitable. Sam! Oh god. Oh nee, je hebt 30 seconden. Sam! Snel! Okay. Kan hij niet terugjoinen dan? Nee. Ja, dat is zijn probleem. Volgens mij kan hij de game wel weer joinen, maar de AI blijft, dus dan wordt hij player 6. Niet. Nee, kan niet. Jawel, kan wel. Nee. I'm pretty sure. Idiot, nee. Ik heb dit vaker gespeeld. Wij ook! By the way. Nee. Ja, jij kan je eigen game joinen. Oh, fucked up. Nee, ik kan niet. Voor Sam. Sam, voor die jij. Natuurlijk gooide hij. Nee, dit zal niet. Dat was automatisch. Oké, hij wordt dus niet de eerste keer gekeken. Woe! Die 10 is wel kut, though. Nou, dan komt hij op Edens huisje. Oh, yes. 30 euro. Het is veel voor mij. Bijna het huisje gekregen. Oké, Edens, gooi even 11 of gooi je gewoon... Fijn. Nee, want dan kom je op mijn oranje. 6, dat is van mij. Oh. Nee, je komt op mijn oranje. Omdat ik op mijn oranje drie keer heb staan. Als ik deze aan jou had gegeven, had je mij nu moeten betalen. Oh, omdat het niet... Je komt niet nooit op je eigen terecht. Nee. Dat ding komt niet op je eigen, dat zou overbouwd zijn. Laat me heel even naar de kaart kijken. Waar is iedereen? Aha. Uh-huh. Jij hebt 39, ik ga er niet vanuit mijn eigen schat. Nee, natuurlijk. Ik sta op een hele slechte plek. Wel, het is wel een oké plek, maar het is niet voor het geld dat je nu hebt heel slim. Nee, daarom. Dan gooi je even 3, 5 of 6. Je moet helpen. Ja, of je gooit gewoon 10. 13. Dan kom je op Edelen. Oh, wauw. Chris, jongen, je verdient dat geld nog terug ook. Wacht, wat? Dit bedrijven werken normaal niet. En toch... Nee, ja, nou, en toch krijgt hij dit. Oh ja, dat is mooi. Hij heeft al 2x70 of zo gehad. Sam! Waarom blijft Sam zo lang weg als je weet dat het niet zo heel lang kan duren? Waarom staat niemand op mijn groene dingen? Omdat fuck u. Omdat niemand wil betalen. Oh, sad. Zo, noem je dat wel gerullig. Wat? Is hij nog steeds weg? Ja. Sam! Sam denkt deze game duurt een half uur of zo. Nee. Hij weet dat het super lang duurt, dus daarom is hij weg. Oh jee. Yeah. Het ligt ook op zijn bureau, ik hoor hem. Sammy boy. Hij heeft toch wel op zijn bureau liggen. Ik ben heel blij dat ik nu tegelijkertijd aan het shiny hunt ben. Waiting for Joren. Oh. Gaat hem bellen. Ik zeg toch, zijn fucking telefoon ligt op zijn bureau. Als Sam te lang wacht, dan wordt hij nu echt gekeken de tweede keer, 100%. Nou en? 5, 4,
3, 2, ik ga geen risico nemen op de laatste seconde. Let's roll the dice. Oké, ik ben er. Sam! Sam! We zijn al 1 ronde verder. Je hebt al een beurt gespeeld. Nice. En ik ben op vrij parkeren gekomen ook nog. What the fuck? Ja, nu ga ik... Hij gaat van de gevangenis gooien die door de piek. Oh my god. Deze man. Deze man. Wow. Even. Ik hoef niks aan jullie te bepalen. Fuck jullie allemaal met je straten. Congratulations. Geweldig. Maar ja, Chris heeft trouwens al als ik heb gediend op zijn dingen. 100%. Home sweet home. Ja. Oh, ik bezit dit. Hij heeft net al iemand, met 100 euro gehad. Nou, dit gaat leuk worden. Hoeveel moet ik betalen? Oh. Komt hij op mijn oranje? Weer die oranje die me naait. Maar deze had voor Edren geweest, als ik hem had geweld. Ja. Maar het begint nog steeds erop. I mean, ik moet waarom heb je... Waarom... Eindig de beurt, please. Of doe iets. Wil je handelen? Oh, ja. Yeah. Yes. Okay, ik moest verder drukken. 2, 4 of 5. Ik ga het hier hard verneuken, of niet? Nope. Oké. Okay. Gooi 3, gewoon duw 3. Gewoon there. 6 is Sam met 100 en 9 weet ik niet. Dan ben je waarschijnlijk zelf op... Ah, Jorren. Ja, het is dus wel 50. We hebben het echt geconfirmed. Ja. Ik zou wel weer met in ieder geval. Ik zei toch, ik ging nog al met je eens. Ik sta anders boven, bitches. Dat is... Ja, weer die 30. Hij heeft nu al een huisje terug daar. Weer die 30, hè? Alweer die 30. Nee, dus ja, 60. Ik ben meer verloren net, zo... Oh, my god. Oh. Hey, Jorren. Laten we gaan douchen, weet je wat? Heb jij zeep? Ik heb zeep, jazeker. Sam, ga je anders even gewoon dubbel en dan dubbel 6, zeg maar. Dan heb je gelijk. Jongens, is 5 ook goed? Nee, dubbel 12 had ik even laten zien wat de zeep doet. Oh god. Dus gooi 2, 4 of 5. Of je gooit. Waarom gaat iedereen bussen om die hoek? Oh god, nee! Oké, denk goed na. 5 is mij, 6 is 100 en 11 is gevangenis. 11 is gevangenis. Gevangenis, bitch. Ik zweer als het. Chris, kom erbij. Kom er gewoon bij. Oké, ik join the party. We zitten straks al bij de gevangenis. Car brave. Dat is wel een keer. Dat zou geweldig zijn. Oké, dus er zijn nog maar 2 spelers op het bord. De anderen zitten gewoon allemaal in de gevangenis. Eden zit wel riskant dingen, man. Is dat? Sam 100. Dat is... Nee. Dat is Belastingdienst. Oh my god. Die zit gelijk er weg, man. Zitten allebei heel krap, Eden. Als ik op jou terecht kom, ben ik ook fout. Oh. Dat is dan ook wel echt specifiek gedeeld. Houd je nu maar je spijt. Ik bedank u voor het reizen met NS. Dus jongens, heb je al gedoucht? Het is je gaat betalen. Nee, Jorre. Nee, gratis. Ik kon niet meer anders. Oh, je kon niet anders. Oh, oké. Oh. Nou, Chris. Hallo. Chris, het is nu alleen jij en ik hier. Ja. Dus dit is gezellig. Dubbel 6. Hartstikke leuk. Wij hebben dubbel 6. Jongen, waarom ging je eruit? Ik kon niet anders. Oeh, dat is net bijna dubbel 6. Je gooide de eerste keer toch ook? Ja, ik heb 3 keer gegooid en daarna moet ik kiezen op de kruis. Dat was pas de tweede keer, je zat net in de gevangenis, right? Nee, ik werd geforceerd. Oh, jij zat eerder dan Sam ja. In de gevangenis. Ja. Sam ging eruit toen ik ging. Wat? Hoeveel geld heb ik? En toen ging Sam 868 heb jij. Ik bedoel, 1 huisje zou ik kan niet eens erg zijn. Er zijn te veel huisjes bij verschillende spelers, is niet eerlijk. Nee, maar kijk Joren, het zijn of het zijn te veel huizen voor 5 spelers, of jij gebruikt bijna alle huizen. Ik zit toch in de gevangenis. Ik vind dat Eden nog van iets te veel op die grillen staan, daarom wil ik dat die er niet in de buurt komen.
Oh jee. Laag. Het is... 8. Oh, hij verdient het echt terug, Chris. Het is echt yes! Geld! Chris is gewoon een energiemagnaat die gewoon... Iedereen staat erop, maar niemand staat op mijn groene. 8 of 9, 6. Okay. Uh-oh. 8, nee, dan komt hij op Sam. Oh nee, het geldt niet. Oh jezus. Kijk, dit is de reden waarom ik daar... Dit is de reden waarom ik Joren... waarom ik nooit op Joren wil gaan. Nee. Yes. No. Oh, dubbel. Get fucked. Dat betekent alleen dat je dichterbij komt. Ja, maar anders had ik nu op Sam... Ja, oké. Ik had liever op Sam willen komen. Oh, had hij op bibliotheek. Oké, nu ga ik... Wil je liever op mij komen? Mag. Kan je hem geld geven, alsjeblieft? Nou, geen zin in. Nee, ik wil nog kiezen, deze man. Hij is lekker vrij parkierig. Zelfs 5 is 7. Ik denk dat ik 5 liever heb, dan sta ik dichterbij, waardoor ik meer kansen kan eroverheen staan. Waardoor je dichter bij mijn huisje staat, ja, perfect. Nou, die vind ik niet zo heel erg. Eerlijk, je staat er sowieso niet veilig. Well played. Dat was zo zwaar, dit. 900. Zo goed. Dit is... Ik kan niet meer uitkomen. Ik zie die... Ik heb altijd nog die bruine voor die... Sam, je had nu 3100 euro gehad als je... Ja, nou, en sterker nog, 3500. Wel... Oh, thank god. You're welcome. Nee, dat is niet echt heel erg fijn. Kijk, okay, Kerstman. 2 pogingen. Dubbel 6. Ik heb nog geld om op één huis in te landen. Here we go. 9, 11 of 12. Failliet. 7, goddammit. Oh, ook op mij. Oh, dit kan ik toch betalen? Dude, ik zit echt heel shit hier. Ja, nee, dat klopt. Oh my god. Hey, ik wil nog 6 oranje van je kopen. Dus dan moet je dat doen. Ja, maar je gaat er niet heel erg voor vragen, denk ik. Nee. Auw. En als ik failliet ga, ga ik jou niks geven, zo. 93. Yes! Ik krijg geld! Nou, maar Sam, ik kan altijd nog van Nikita geld vragen. Oh, hoger dan... Oké, dit is wel heel laag. 6. De duurste. Kijk eens, alsjeblieft, Eden. Just remember this. Just remember it. For the future. Oh, nou, dat was interessant. Oké, ik mag kiezen. Wat heb ik? 4? Oké, ik zou gewoon 2 of 3 kiezen. 2 of 4. 4 is kans. 4 gaan we eens voor de kans. Misschien ga ik naar de gevangenis. En je skipt mij nog. Niet verkocht? Oh, ik ben zo fucking blij met deze stoel. Oh, kijk nou. Mijn eigen station. Oh. Had je nou maar. Je hoeft alleen nog maar 5. Zit hij weer in de gevangenis? Ja, ga ik weer naar de gevangenis. Dubbel 6. Dubbel 6. Waar kom ik nou weer op dan? Oh god. Op huisjes. En 900 euro. Iets meer huisjes. Ja, dit is... 875 euro! Ah! Hey! Wat? Oh, Joren, let niet voor. Nee, ik vergat dat daar kans zat. Nee. Get fucked! Oké, okay, sowieso kan je niet met dubbel daar komen, dus. Dat is goed. Jawel, je kan 11... Oh nee, niet dubbel, maar wel 11. Ja, maar dan komt ieder moment alleen eens zeggen. Oké, nu... 2, 4, 6. Wauw, 5. Plus een olie dingetje. Waar kom ik dan terecht? Wat? Fair enough. Fair enough. We hebben nog 4 huisjes in. Zie ik nou dat jij met NS hebt gereisd? Ik ga de heer aan spelen. Uh-oh. Nee, kan ik dit nog escape doen? Nee, ik kan geen escape doen. Ik kan wel eruit. Ik was vergeten. Ik kan mezelf wel failliet klaar. Oh jee. Ik moet dit doen. Ja, het leuke is. Als ik het... Oh god. $11. $32. To be fair, ik kan hem winnen. Omdat ik het meeste geld heb voor jullie allemaal. Maar ik ga hem niet voor 1358 plus ga ik 1 huis kopen. Dat dacht ik dus even niet. Ik denk niet dat Nikita dat ook gaat doen. Nee, same. En het ding is, Sam heeft er helemaal niks aan. Nee, daarom. Ik kan hem wel opbieden. Ook het maar met $1. Tering.
Laten we gewoon Adrian. Oh jezus, ik zie die wel, joh. Okay. I see what you're doing over there. Nee, express wacht ik even. Zodat je door had wat het was. Mooi zo. Dat was geen concentratie. Oh. Ik kan hier niet op betalen. Nee, dit houdt dus. Nee, fuck dat. Ik bedoel, dat is 91 euro overbetaald op zijn huisjes daar. En ik, En jullie zitten er allemaal voor, dus één van jullie moet er even op komen staan. Ik ga niet de helft. En ik kan pas plaatsen als jij in de buurt bent. Ja, ik kan hem op Koen zetten. Ja, maar wij staan er nu allemaal voor. En het hele leuke is, ik ga niet de helft van mijn geld inleveren om dan dat ene huisje te besparen. Ja. Dat gaat me straks misschien iets opkosten, maar dat is nu te riskant. Jij kan al hotels neerzetten, right? Je kan hotels neerzetten en dan komen de huisjes terug. Nee, dat snap ik, maar jij kan dat al doen, right? Ja, ik zie het al. Maar ik ga dat niet... Oeps, sorry, einde beurt. Ik ga niet de hotels neerzetten. Let's roll the dice. Wow. Dit is de derde keer en ik kies Nikita, dat kom op, like, eerste geel. Geil. Ik kan wel kiezen voor Jadia, dan is het vers weg van alles. Zij Chris mag betalen. Ja, nee, dat is niet eerst de kill. Gooi nog een keer. Het is dubbel nog, hè? Het is dubbele van wat ze gooit, volgens mij. Other plans. Oh, fijn. Oh, wat? Wat? Omdat die coach moet ze gooien om dat spel te laten werken of zo. Ja, oké. Bus. Oké. Okay. De wielen van de bus gaan rond en rond, rechtdoor naar de NS. Doe 4. Ja, doe 4. 10 is volgens mij Chris. Doe niks. Doe 4, joh, dan heb je algemene kans. Of algemene kans. Ik ga dat risico gewoon niet nemen. Wat dacht je van dat ik dat risico gewoon niet neem? Ik moet straks mijn huisjes moeten betalen. Maar die was er al uit. Kijk, voor mij boeit het niet, want ik heb geen... Oh, nee. Oh. Here I go. Hier komt de vis. Oh, vind ik al. Had je nu. Eigenlijk is dit niet zo erg. Dit is als beter, man. Alsjeblieft, Jordan. Do you like my $25? Anders had je 35. Je had geluk dat je ook nog, zeg maar, vanaf dat punt eerst volgende had met de Monopolyman. Want anders was je op huisjes terechtgekomen. Oh, no. Ja. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh! Oh, no. Oh! Yes! Oh yeah! Zeg Adrian, wat gebeurt er als jij geld krijgt? Word je er dan zo blij van? Ik ben er overheen! Je betaalt wel $35. Let's go. Oh, ik kan geen hotellen neerzetten, dat is eigenlijk. Ja, je kunt je eigen huisjes wegzetten en dan terugzetten op een ander, maar het laatste huisje wordt weer geveild. Dat is waar. Dus dan zou ik 2 huisjes moeten doen. Nee, ik hou het nog wel even. Dan zijn de huisjes aan deze. Ik hou het nog wel even zo. Ik krijg eindelijk weer wat geld. Ik heb echt like 3 rondes lang of zo echt hard laag gezeten. Ik ben wel zo eerlijk tegen je. Nee, je bent een leugenaar. Achterpaks. Ik heb alles exact uitgelegd hoe het zit. Ik weet hoe het zit. Ik ben gewoon aan het checken hoe en wat. Lage ogen, lage ogen. Oh no. Join me. Of is het? Jare, dat is het. Oh, 90. Oh, hij. Time to pay the rent. Dat zijn al zijn huisjes al bijna terugverdiend. Dat is wel nice. Oh, ik ben weer over 500. En altijd nog steeds die ene. Kom Sam, join me. Ik join je wel in de gevangenis. Join me. Hij joint je echt. Ja. Wat wil je voor me hebben? Jij wil $90 voor me hebben? Nou, alsjeblieft. Ja, met je 27. Je bed and breakfast is shit. I know, but you pay more than you ask. Hey, Max. Doesn't sound fair. Ik vind het een heerstraat. Chris, wat fijn. Niet op failliet drukken, oké? Hoezo niet? Je kan de kaarten verkopen. Je kan de kaarten verkopen aan ons. Ja. Of verkoop het aan mij. Of je geeft het aan ons en je gaat dan failliet.
Want dan hoef je niet meer mee te doen, maar dan heeft Jorren niks van je gekregen, omdat hij je failliet heeft gemaakt. Of je zet je dingen op hypotheek en je krijgt er ook geld van. Ja, maar dat overleef je niet. Chris, als jij naar... Ja. Ik wil je blauwe kaart kopen voor 100.000. 100.000? Dat heb je niet. Nee, 1000. Ik wil je blauwe kaart kopen voor 1000. Welke blauwe kaart? Die donkerblauwe, je kat! Chris, je moet wel snel kiezen. Hé, dat zegt alleen bij jou waarschijnlijk. De blauwe kaart, ja, die mag jij kopen voor 1000. Ja, ik is oké. Hoe doe ik dat? Je selecteert hem en je select 1000 money van haar. Kan het ook met een muis? Nee, andere geld. Dan klik je op Nikita kant. Dat is makkelijker. Je klikt op enter nu? Ja, oké, yes. En dan doe je rechter muisknop. Dat is shift, right? Dit gaat wel even duren. Ja, dit gaat even duren. Ja, maar het gaat echt fucking snel uiteindelijk. Volgens mij nu schiet hij echt like... Nee, what the fuck? Nee, op de Switch versie schiet hij echt like honderden dollars doorheen ineens. Hier heeft hij wel een vast ding. Maak het één, ja één meer. Nee! Dank u. Doe twee, dan heeft hij een rond getal. Enter. Ja, en nu hebben we een deal. Maar ik weet niet wat Nikita wil bereiken met... Nikita wou dit doen. Yes, ik heb geld! Dat jij blauw krijgt. Nee, ik krijg letterlijk geld genoeg voor al het andere. I don't care. Voor welk andere? Hotels? Nee, die ga ik niet kopen. Dacht je even gekker. Hij kon het ook op de bibliotheek zetten, dan had hij het misschien nog gehouden ook allemaal. En ja, maar eigen... dan kan hij het niet meer overleven in this market. Dat is het hele punt. Nou, hij houdt nog 2 euro voor... Hij houdt nog steeds een groene met huizen, hè? Daar ging het juist om. Maar nu kan het niet meer dat doen. Dat is goed. Oh, groene met huizen waar niemand op komt. Nee, maar in principe hou je hetzelfde, dat bedoel ik meer te zeggen. Volgens mij is er pas 1 persoon opgekomen. Ja, klopt, maar... Nu sponsor je Sam. I smell money. En ik ben over 1000. I'm over 1000. Oh, I'm over fucking 1000, bitch. Wat ga je doen? Smart. Ga ik ook weer naar Sam toe? Shift. Of met de muis. Sam, er zijn geen huisjes meer, though, dus dit is echt een domme story. I don't care. Je had wel wat geld moeten vragen eigenlijk van Sam, maar als Sam dit nu doet, heeft hij een betere deal. Want hij kan veel geld van Joren vragen als hij het nodig heeft. You know what, Nikita? Sure, alsjeblieft. Joren wil weer met Sam gaan traden, watch. Dan geef ik hem mijn blauwe voor zijn bruine. Je geeft like, jouw blauwe en je station voor zijn bruine. Ja, dat zou echt wel heel erg mooi zijn. Oh, ook 4, oké. 4 en een stapje verder. Kijk eens. Uit? Nee, wel perfect. Oh, omdat dubbel? Yes! Ja, dubbel negeert die hele dubbelsteen. Was het dubbel dan? Ja, het was dubbel, oké. Okay. Oh, dit is wel minder. 2 keer 2 was dat. Dat is, yes. Oh, ik had die net van die hypotheek eraf gehad, ook die daarvoor. En dan mis je hem. Oh, what did I do? I told you. Blauwe mag die houden, maar vind ik. Oh ik my god. Ik zou hem in het huisje zetten. Doe het niet, Sam. Hij gaat deze Sam gaat sowieso je station vragen, dat weet je. Hij gaat het niet doen zonder iets echt terug te krijgen. Hij wil geen geld voor dat. En... Nee. Doe het station erbij, Sam. Je mag het geld allemaal weghalen, maar zolang jij dat station hebt, is het beter. Ja, maar dat station vind ik iets leuk om te houden, zeg maar. Waarom? Omdat Sam de vorige keer niet accepteert. En ik vind het nu, ik vind 200 euro wel een beetje veel. Ik ben bijna klaar, hoor. Ik vind 200 euro een beetje veel. Je moet wel op enter drukken bij, bij dat geld. Oh shit, oh kut, ja, pardon. Oh, dat kan, dat heeft hij ook natuurlijk. Dit is dezelfde waarde, hè? Just saying. Ja, I know, maar dan in een kaart. Ja, dan in een kaart. Maar ik had eerder het station ervoor gevraagd, want dat zou hij doen. No. Oh! No!
Na. Dat niet doen. Niet doen. Oké. Like, mensen komen constant op jouw stations vanwege die stomme monopolie, man. Let's play. Die blauwe ga ik echt niet zomaar geven. Dus letterlijk, ga naar het volgende station. En jij hebt bijna alle stations. Je had beter bruin voor station kunnen doen, maar oké. Ja, maar dat vind ik hem nu niet zo interessant meer op het moment dat er geen huisjes meer zijn. Dan is de waarde van dat bruin dus ook zeer omlaag gezakt. Eerlijk, dat is waar. Maar jij bent de enige die hotels neer kan zetten. En dan gelijk huisjes kan kopen, zo. Sam heeft er geen zin meer in. Oh shit. Ik wist niet dat ik aan de beurt was. Kut. Ik kijk niet. Okay. Yes, wat gaan we doen? Nou, Sam, kijk heel goed. Ga geen twee kiezen. Nee, dat zie ik. S is Chris. Ik zou als ik jou was 8 kiezen. Alt. Dan krijg ik geld als je 8 is. Ja, kijk, ik wil Nikita wil ik nog best wel supporten. Oh, dat is die. Okay. Met $24, alsjeblieft. Eerlijk, Nikita heeft toch één ronde terug, of afgelopen ronde heeft ze gewoon niks gehad, soort. Yep. Dat is... Sam. Ik. Had je nu maar een satje. Wauw. Blijf de poepkengen. Ja, wat hij voor... Besef. Hij had nu bijna €1500 meer verdiend. Als hij die deal had geaccepteerd. En hij had hier geen één keer geld betaald. Een busje. Doe kan... No way! Ik zou 5 kiezen voor het makkelijkste. Heb ik wel. It's only joke. Shake the dice and see what the future holds for you. Kijk of Andy nog gereageerd. Nee. Ik heb nog geen reactie van Andy gehad. That's what I call. Oh god. Je staat voor start, het is oké. Niet op oranje. En dat noem ik een warship. Wordt gewoon omver gegooid door fucking dobbelsteen. Kijk eens. Oh, ik krijg geld. Geweldig. Dankjewel. En ik moet nog eens gooien. Nu kan hij ook veilig op die rode landen. Ik had toch net ergens een huis gekocht. Waar staat dat huisje nu? Waarom ga ik in één keer zo snel verplaatsen? Moet ik die nog plaatsen? Oh, wacht. Ja. Ik wil ook dat wel even doen. Oh my god, ik word leeggeplunderd. Holy shit. Wow. Ik ben echt gewoon een half bord vooruit gegooid. Ik word een half bord vooruit gegooid en ik ben €400 zou okay. Oh, daar gaat. Ja, dan gaan we hoor, kijk let op jongens. Hoekaboom. Dag geld. Jezus. Agressief. Ik weet niet waar ik op kom. Dit is toch wel echt heel pijnlijk dit. Dit vind ik wel heel pijnlijk. En jongens, wat is nummer 1? Rood is echt het meest spelende die ik heb. Ja, nee, ik merk het. Ik zie ook nog wat duidelijk. Het leuke is dat op online Monopoly maak ik geen kans tegenover Joren. Maar als het op Hordespel Monopoly gaat... Het is altijd kans, hè. En dan moet je nog zelf weten hoe je zakelijk iemand kan overtuigen. Zeg maar, online Monopoly verlies ik altijd van Johan, maar op voorspel speel ik het altijd wel hard. Verlies je ook. Letterlijk de vorige keer. Eden en ik waren de enige die tegen elkaar hadden. Ja, en ik won met cheats. Dat ik uiteindelijk opgegeven had, maar ja. Eden won met cheats. Dat vind ik een mooie. Nee, maar dat is een mooie. Weet je hoe vaak Karsten zat naast me, toch? Hij had zijn honderdjes bij mijn rechterhand liggen en hij let niet op. Ha! Ineens had ik er 15 meer. Dat is één. Oh, wow. Maar dat zag niemand, dat zei ik pas achteraf. Nee, nice. Het is de chant. Het is oh ja, knipoogjes, right? Knipoogjes, hey, I catch you. Het mooie is, je won niet eens vanwege dat vals spelen, maar meer omdat jij... Ik won vanwege mijn eigen huisregels. Ja, dat was het hele idee. Anders had je het niet gered. Want ik had huisjes staan en ik was zo van, nee, mag geen hotellen meer. Goddomme, ik was maar ik betaal mijn huis dus gelijk door naar een hotel. Ja, maar zo werkt het niet. Maar dat maakt het interessanter. Nee, dat maakt het niet interessanter. Als jullie komen 6 juni en alle huizen op, zijn alle huizen op. Nee, we gaan niet Monopoly spelen toch op je verjaardag? Nee. Nee, Monopoly zuigt. Alien. Deze game zuigt, het is puur kans. Als je op het begin al slecht gooit, dat je laatste bent, heb je al minder kans om te winnen. En dat is puur statistiek al. Weet je wel, Maar ik heb een Monopoly board gekregen voor mijn verjaardag, waarom ben je zo?
Want dat kan je mooi op je kast zetten. Hey! Ja, dat is letterlijk waar mensen krijgt een nieuw Monopoly board spel. Wat doe je ermee? Je lijst het in en je hangt het aan de muur. Dat is wat je ermee doet. Ja! Ik speel liever Mikado en breek al die tokjes en shit, maar like, nee, en steek iemand zijn ogen uit, maar dat zou er niet van. Hebben jullie niet Bunny Hop of zo? Dat je like, de heuvel. Nee! Dat is zo'n leuk spel. Nee. Adrian, je bent erg in. Gooi je dobbel. Nee, het was einde beurt trouwens. Het is mijn verjaardag, kom op man. Doe niet zo lastig. Er zijn wel een plan meer bordspellen te kopen. Ik ga gewoon met Johan Castlevania kijken, oké? Okay? En het laatste seizoen is geannounced voor aankomende maand, dus we moeten opschieten. Jezus jongens. Seizoen 3 is al zo lang uit. I know, echt al over een jaar. Bijna 2 jaar toch al? Ja, al 2 jaar. Zoiets. Jesus. Ik heb het niet door omdat ik het met Joran nu weer aan het kijken ben. Ik heb het al lang gezien. Fucking goed. Niet hoog, niet hoog. 1 is goed. Damn. Dus Joran, wanneer gaan we kijken? Ik heb geen idee. Want seizoen 4 komt eraan, dan kunnen we met Sam kijken nog. Moet Sam hier ook heen komen? Nee, want like, wij kunnen seizoen 3 afkijken en dan met seizoen 4, want dat is de final season. Kunnen we gewoon tegelijkertijd met Sam kijken? Nee, niet dubbel. Oh jee, oh god. Dat waren rode dobbelstenen. Wat is dit? Hallo. Ik bouw hier. Ik gooi heel hoog. Ik heb letterlijk in 2 beurt heb ik meer dan het hele bord afgelegd. Ja. Fucking noob. Zal ik hem loslaten? Donut. Jee. Donut gooi ik in. Oké. What the fuck is dit voor gooi ding? Is dit? Oh, jammer. Hey Chris, ik moet een waterleiding betalen. Dankjewel! Dankjewel! Sam, je moet echt gaan ruilen met jongen, man. Yo, Chris zit daar nog. Ja. Zou jij dan wel op mijn verjaardag met mijn Monopoly willen spelen? Oh my god, niet we gaan nou niet zielig doen, alsjeblieft! Misschien overtuigt het Adrian. Nee, ik haat het spel echt met vol passie. Waarom doe je dat nu mee? Het duurt altijd, omdat ik like, het 1 keer in het jaar of zo wil spelen. En het is niet eens dat ik echt speel. Kijk, ik heb niet eens door dat ik aan het gooien ben. Like, het is meer dat ik nu met mensen praat, weet je wel. Maar like, als ik het bordspel moet spelen, face-to-face, dan ben ik like... Dan hadden we net zo goed filmpjes kunnen kijken. Nee, maar dan steelt Joran ook je kaarten, terwijl je niet door hebt. Dan verleidt hij je en dan steelt hij je kaarten. Nee, dat doe ik. Dat ben ik dus. Oh, want ik vind het zo saai. Ik moet het voor mezelf interessant maken. Ik moet door te disqualificeren. Jij hebt me verleid de laatste keer dat we bordspel Monopoly spelen? Fuck, ik ga dood. Wat? Hoe bedoel je? Ik heb geloopt. Je hebt gelopen. Ja, dat is wat ik zei. 2, that's it. You did great. You did amazing. You did good. You did very good. Alsjeblieft, kom naar mij. Okay. Oh. Nee, niet gevangenis, toch? Oh jawel, dubbel. Yeah. Yes, gezellig hoor. Ik zie die Monopoly man, ik ben like altijd first station daarna altijd. Maar dubbel werkt anders natuurlijk. Stations vallen wel mee eigenlijk. De laatste tijd worden we genaaid door huisjes. Ja, I know. Ik heb het gemerkt in mijn pocket. En jij ook, Joren. Ja, even rollen. Kijk eens wat Chris krijgt dan. De tweede keer. Wow! Tweede keer! Baby! En dat is ook degene waar hij het op had gezet. Ja. Like a smart fool. En maar trust me. Joren heeft 9-11. Dit is dus hoe Trump het doet in New York. Hij zet gewoon wat groene huisjes bovenop zijn. Op zijn. Zo, ga maar stellen, joh. Mijn ongeluk is wel echt erg, want ik heb bijna $2000 verloren in 3 beurten. Oh no. Maar ook heel wat gewonnen, om eerlijk te zijn. Oh no. Eindelijk komen mensen op mijn huisjes. Hallo. Heb ik minder over. Ik ben over 1500, guys. Sam en Chris zijn best rijk, we hebben het minste top 10. Ja, uit de fucking gevangenis, je lame ass bitches. Lekker gevangen zitten. Hij moet de volgende beurt. Ik ben daar nog niet 1 keer in geweest, hè. Nou, gewoon even dubbel 5. 4?
Oh, werkt dan niet met 3 erbij. Oh, ja, daar gaan we. Yes! Oh, you fucking bitch. I called it. Nog nooit geweest, ja. Deze man is zo... Let's go. Gooi je gelijk dubbel benen weer uit. Kut, sorry. Oh ja, einde beurt. I'm sorry. Oké, Nikita gewoon even... Die groen van Nikita is wel echt emerald groen. Oh. Dat geeft me echt nostalgie voor Pokémon Emerald. Met Rayquaza en shit. Oké, deze kun je... Oh, hallo. Arigato. Waarom weet dit spel niet wat laag is? Dat was 2-1, hè? Dit is nog steeds best hoog. Gaan we nu gewoon constant rollen totdat we failliet gaan? Want ja. Ik ben wel ervan eens dat de straten nu afgemaakt moeten worden onder elkaar. En dat is letterlijk alleen jij en Joren zo. Dus please, maak een deal met elkaar zodat we gewoon overal wat dingen neer kunnen zetten. Als je eindelijk kiest om een hotel neer te zetten. En dan vervolgens alles opruimen. Look at this, I'm rolling. Je hebt nooit hotels neerzetten, dat is het hele probleem. Dude, als jij bruin hebt, kan je gewoon hotels neerzetten. Als ik bruin heb, zet ik er 4 huisjes op, zodat niemand huisjes gebruikt. Nee, ja, precies. Dus dan koop je een hotel, dat zeg ik. Nee, ja... Dat ja, moet. Dat is letterlijk hoe je die huisjes krijgt. Ja, maar de laatste huisjes... Oh, oh shit. Ik vergeet altijd dat je nog een keer op enter moet klikken, dat zeg gewoon. Dus we blijven maar... Echt hoor. Dit is waarom ik Monopoly haat. Het is gewoon saai. Ja, met zoveel mensen die niet failliet gaan, is dat is saai. Het is like een werkende economie. Ja. En nu moet alleen door. Kunnen we hier gewoon niet like, zeggen, we hebben het gedaan, een werkende economie. Kijk, het is niet zo moeilijk, Monopoly. Edren. Oh. Oh, jij hebt een dubbel. Shake the dice and see what the future holds for you. Hell yeah. Oh my god, so close. Bijna. Fuck you guys. Dus jij gewoon één beurt in de finder zit, that's it. Gewoon handelen. Iedereen, ga lekker handelen. Je hebt niet echt iets waarvoor ik jou een oranje kan geven, dus. Nee, klopt. Er zijn Sam handelen voor die blauwe. Ik ga gewoon je bruin pakken. Geef me 2 oranje. Nee. Ik kan niet met bruin verkopen. Oké. Okay. Geef me ook oranje. I want your orange, man. I need your orange. I'm gonna stick my fucking... Just need the street. Oké. Oké. What the fuck? Deal? Nee. Ik wil niet ruilen. Gaat alles goed met jou, Sam? 150 is niet echt heel goed. Tuurlijk! Waarom zou het niet goed gaan? Alles gaat helemaal goed voor mij. Ik heb daar bijna 500 op verdiend op die ene strekking. Ik ben 100% oké. Dat is niet waar, joh. Ik ben heus niet aan de ketamine gegaan. Wat? Nee. Ik ben wel een hele joke. Maar ik doe er echt niks aan. Sam! Ketamine is mijn benzine. Hallo? Oh, damn. Oh! Ga failliet. Oh, nee. Oké, okay, ruil maar met Sam. Wat gaat er gebeuren? Wat ga ik krijgen? Oh, no. Oh. Kan je op zijn minst met geld geven? Of ja, $1. Dude, je bent gewoon failliet als je alles weggeeft. Nee, trust me. $1 vraag aan Sam en geef daarna al jouw geld aan Sam. Dan betaal je iedereen $1. Nee, doe dan op zijn minst splitten. Dat is niet eerlijk. Dit helemaal, dat al zei ik tegen... Edren, dit vroeg jij ook een Chris toen bij. Dat bedoel ik. Zelfs al zei ik dit tegen Chris ook. Maar dat is like... Jij was mijn tegenstander. Nog steeds. Please betaal. Yes. Ik kan altijd hem nog door 50 spits delen of zo. Ik kan niet kiezen om te betalen. Ik kan alleen bankrupt kiezen. Doe het. Het is oké, okay, Nikita. Ik overleef wel voor jou. Het is niet alsof je veel wilt. Nee, want Sam overleeft voor mij. Sam doet het. I have her pink legacy in my hands. Oh, I will en ik krijg een gratis out of ding card. Dus nu hoef ik niet eens 50 te betalen. Sam zet het voort. Let's go.
Dat is laag, jongens, maar nu moet ik nog een keer gooien. En dan moet ik nu eerst mijn geld weggeven. Als Sam nog zo'n huisjes kunt krijgen. Hey, je bent 9-11. Goddammit. Goddammit, Sam. Kies het. 5 zou ik niet doen. Je weet wat je moet doen. 4 zou ik ook niet doen. 9 is van jou. Want 9 is van jou. Dan geef je mij $20. Oh, ik ga, Sam, mij ook eens ik ga eerst even kijken waar ik op kom. Dat is misschien een handige. Ik zou gewoon 3 kiezen op 9. Ik ben salty voor geen reden. Oké, ik ga even 3 vakjes. Ik denk dat die beter is inderdaad, omdat 9 dus even eten moet. Wat? En dat is niet maar 1. En dan gaan we naar mijn vastgoed. Waar staat het? Yes. Oh, nee, ik kan niks erop zetten. Oh, dit is wel heel sad. Jullie hebben alle huisjes opgekocht, je fucking hoarders. Ja, dat bedoel ik. Jongen wilt geen hotel meer zetten omdat jij de pruim hebt. Let's roll the dice. En omdat ik misschien ook wil overleven en niet bankrupt wil gaan. En, het laatste huisje moet geveild worden. Mensen hebben 3 maal mijn inkomsten. Als jij een hotel neerzet, zijn toch 4 huisjes vrij? Ja. Ja. Als je 2 hotels neerzet, zijn er 8 huisjes vrij. Dus dan als je bruin hebt, kan je 7 huisjes neerzetten. En dan eentje moeten we verkopen. En dan kan je nog steeds, heb je nog steeds iets van 400 over. En ik heb het geld belachelijk. Gebruik verlaat de gevangenis. Moet ik het betalen? Ik moet nog 2 keer gooien, maar sure. Nee, niet waar. Dat was de laatste. Hey, kijk eens. Zie jij dan, deze verdient mij zoveel geld, van simpelweg omdat iedereen er steeds... Ja, maar niet honderden euro's. Je zit misschien net over een 100. Jij bent er al 6 keer op geland. Nee. Ik heb hier 100% al 200 op verdiend. Misschien niet 200, nee. 100% niet. Ik ga deze stream terugkijken. 16 is niet... Nee, ga niet je tijd verdoen. Ik ga exact kijken. Oh, einde per. Waarom speel ik überhaupt mee? Ik haat deze game en toch ben ik er goed in. Ik heb nu door dat ik ook bovenaan sta qua geld. Maar het is ook echt, je komt bij Chris erop, het is af. Ja, die die. Laten we maar geen hotel zetten. Zet een hotel neer, lafaard. Ik wacht gewoon tot jij failliet gaat. Lafaard. Hey guys, gewoon even laag. Gewoon 2, 4 of 5, allemaal. Nee. Gewoon alle 3, jullie zijn alle 3 letterlijk op... Sam, jullie zijn alle 3 letterlijk op de been of my existence. Als jullie alle 3 langs gaan gooien, ga ik wel huilen. Dat Sam mag ik niet voor je heen gaat. Yay. Oh ja. Kans voor start. Kom naar eerste geel. Oké. Kans voor start, ja. Ah, voor fuck's sake. Ik rijd nooit hard. Oké, dat is misschien een leugen, maar nog steeds. Het was het wel hard. Kom op. Ja, Sam, je reed hard. Ik ging snel erheen. Ja, ik ging veel te snel. Guys, 2, 4 of 5. Dat is niet heel moeilijk. Dat is 5, maar meneer Monopolis waarschijnlijk komt. Dus dan is het station. Maar Adrian, Adrian. Als jij echt per se niet op de dag van mijn verjaardagsfeest geen Monopoly wil spelen, neem dan lekker een Switch mee. Ga Shiny hunten wanneer wij Monopoly spelen. 6, kat. Iedereen! Alle 3! Ja, maar dat is ook niet gezellig. Ja, maar even. Wat wil je dan? Nee, het is niet dat ik iets wil. From the bottom of my heart, I hate this stupid game. Daarom geef ik je nu een optie. En de optie is. En de optie is om mezelf buiten te sluiten van de rest. Dat is toch niet leuk, Nikita? Dan ga ik nog liever geld stelen terwijl ik niet meedoe. Wat bedoel je, bro? Sounds fair. Kom op mijn huisje. Maar dan is het spel ook sneller afgelopen. En dan heb ik gewonnen, want ik heb het meeste geld. Oh god, dat klopt verkeerd. Your turn starts now. Kwam er iemand op mij terecht? Ik weet het niet. Het voelt alsof er geld bezig kwam. Oh joh, did I receive money? Nee, niemand komt bij mij. 6 is denk ik de beste keuze. Oh, iemand is... Maar hoe zie ik waar ik op terecht kom dan? Kijk naar de kaart aan de zijkant van de ding. Staat 2, 3, 4, 5. Maar met 6 kom ik toch op mijn eigen terecht? Ja, 6 is je eigen. 10 is station volgens mij. Dus doe 6. Ja, daarom. Want anders betaal je fucking jongen 25, want hij wil hem niet aan Sam geven, zodat het spel sneller gaat. Jongen, weet je hoe, ik heb nu. I'm calling you out, I know. Ik heb 5 turns ongeluk, wat denk jij? Denk jij? Ik heb echt gewoon 5 turns fucking hard ongeluk. Ik heb geen geld verdiend. Ik heb bijna 3000 uitgegeven. Ik heb 1 keer verdiend trouwens. Dat is het.
Maar ik heb bijna meer een 3. Hoezo deed je geen 3 dan? Ga janken, dus ga janken. Dan had ik 30 moeten betalen, oké? Okay. Ga janken. Ga janken, ga janken. Ga janken, een ga janken, joh. Nee, fucking hotel, man. Janken. Zet een hotel neer, als je... Pas op, hoor. Oh no, please. Whatever happens, don't say. Oh. Oh, thank you. Oh, dat okay, is, dat zet een hotel neer, kom maar op. Ik had ongeluk. Nee, ik ga geen hotel doen, want jullie betalen het laatste huisje over. En dan heb ik het huisje niet. Nou, en het is zo langzaam nu. Kijk naar dit spelbord. We verdienen meer geld allemaal dan dat we kwijtraken. We zitten allemaal weer bijna bij 2000. Omdat we sneller om het bord heen gaan dan dat we verliezen. Er is geen... Het zuigt. Ik haat deze kutgame. Je hebt zelf in meegestemd om mee te doen! Ik ga die dobbelsteen niet gieten, let op. Je weet dat je me altijd kan vragen of ik zin heb om te chatten, Jezus! Maar je bent niet gezellig, ik wil met Johan en Sam... Nee, je bent fantastisch! Okay, je bent fantastisch! Die kieten, je bent fantastisch! You fucking... We hebben laatst nog een Pokémon Go community tegenaan, kom maar op. Ik zit gewoon met... Het is gewoon al een tijdje geweest. Het is toch wel... Ik wist niet dat Aiden af en toe zo savage kon zijn, maar dan bedenk ik me opeens... Ik heb ook 2 jaar gewoon... Ik ben ook on the receiving end geweest van dit soort bashing, dus ik weet hoe het voelt. Ik ben de meest savage guy hier. Fuck. Ik hoor letterlijk de belastingdienst zeggen, at least you're not giving place to other players. Je beseft trouwens dat jij voor die 1000 euro investeert in nu 35 euro. Yes. Geef me 90 of zo. Wil je nog een grote stukje taart op mijn verjaardag of wat? Ja, geef me de helft. Like, ik ga niet meespelen. Ik zit niks te doen. Give me something. Oh, okay. Wat gaan we doen? We gaan eindelijk ruilen. Oh nee. Ja, ik weet al wat hij wil. Hij wil die blauwe ruilen voor die blauwe. Oh, natuurlijk wil hij die blauwe. Er zijn geen huisjes meer. De waarde hiervan is zeer laag. Ja, maar een moment, Joren. Het moment dat ik dit aan jou geef, ik weet wat jij gaat doen. Jij gaat een hotel op een van die dingen zetten en daardoor heb je 4 huisjes vrij die je op de Kalverstraat of Leidtenstraat gaat doen. Ik weet hoe jij, wat jouw tactiek hier is. Sam, ik heb 700 euro. Ze kosten 200 euro per stuk. Waar haal je die geld vandaan, denk jij? Niet doen. Hier moet ik echt iemand hebben die 2 keer op mijn land mocht ik dit willen geef, doen. Geef alleen als, Joren, als ze geld geeft. Want als één keer iemand bij hem erop komt, is het gelijk niks. Hij gaat maar 2 hotels. Van die 1000 euro investering heb je nu 35 terugverdiend. Dit zorgt ervoor dat jij 100 euro meer perst. Nee, al zijn geld. Sam, nee, wacht heel even, Sam. Luister, als Joren dit gaat doen, hij kan die hotellen kopen, er komen de huisjes vrij. Maar hij heeft geen geld om die huisjes te kopen. Ik heb geen geld, kost met 200 per huis. Nee, maar het is letterlijk 1 op zijn rooien. En het is 900 eraf bij ons. En dan heeft hij genoeg. Het is... Nee, maar dan zijn we wel sneller klaar. Maar ik wil niet dat Joren wint. Als ik een hotel zet, kost het mij daar 150, ja? Ook al krijg ik 900 erbij. Dan kost het daarna nog 800 euro om die vier huisjes weg te krijgen. Vraagt die Oranje ook gelijk, want hij wil die niet met me ruilen. Nee, die ga ik niet geven, Sam. 200 max, ik geef het 200 bij. No deal. 200. Gooi deze erbij. En gooi deze erbij. En dan we have a deal. Yes. Ja, what the fuck. Het was letterlijk, dit is waarom het Sam, lang duurt. Je had dit de kans op fucking huisjes, man. Want ik hoef hier maar 1 keer op iemand te landen en ik was failliet. Je had kans om huisjes te kunnen zetten op rolls. Je was niet failliet. Je gaat sowieso dingen alles op wat zetten. Jij denkt je gaat alles terugverdienen met je 16. Luister, het kost mij 800 euro om mijn huisjes op te zetten op en 1600 om op allebei 4 huisjes te zetten voordat ik überhaupt er wat aan. Adrian, luister. Nee, Nikita, ik ga hem niet de kans geven om hem te laten winnen. Ja, maar het gaat erom dat. Kijk hier, dit bedoel ik. Hier had hij genoeg gehad. Hij had nu genoeg gehad. Precies. Sam, luister, let op, hè. Dit had mij nu 150... Ik ga het berekenen. Nee, het maakt niet uit. Je had nu genoeg gehad om hem een paar huisjes op te zetten. En met die paar kan je verder. Het is gewoon duidelijk dat hij het niet moest doen. Wil ik 2 huisjes erop zetten? Jongen, je stream. Dat is dan had ik 700 over. Dat betekent dat 2 huisjes... Die fuck is verder. Laatste had ik moeten... Ja, ik neem mijn stream niet aan. Ik heb gewoon...
snel. Ja, je hebt iets gedaan. Waar moet ik op drukken? Dat zeg ik. Dit had me zelfs failliet kunnen maken. Waar moet ik op drukken? Chris, wat de fuck. Maakt is niet uit, je had ook veel geld kunnen verdienen. Nee, dit is 350. Chris is veel te moe, denk ik. 350 op twee huisjes, dit is niet winstgevend als ik drie huisjes kan opzetten. Jongen, ik vind mijn stoel fucking chill zitten, ik zweer het je. Wil je maar niet of ik het win of niet, maar het gaat meer om de logica. Zo, bestuurscoachetter. Ik vind mijn stoel best wel chill. Hoezo heb ik zoveel geld? Geen idee, man. Want je hebt die groen. Waarom is dat de vraag? Hier, nu had ik geweinig geld mee. Maar ja, ik... Nee, het is bullshit. Ik geef op met het zoeken voor de chips, totdat het gewoon in de zak, in de Albert Heijn zit bij mij. Weer. Ik koop gewoon Pringles. Oh god damn it, die gaan we. Weet je welke chips ik het over heb, Adrian? Niet Pringles, maar Pringles zijn lekker. Nee, maar de nieuwste van Lay's. Fuck KFC, dat. KFC, Subway en Pizza Hut. Ja. Nee, eeuw. Ja. Give. Eeuw, nee. Give. Nee, Nikita, dat is echt vieze trash, man. Koop gewoon Pringles naturel. Nee. Pringles natuurlijk. Natuurlijk, Pringles is gewoon lekker. Nee. Ja, het is gewoon goed. Ja, het is goed, maar ik wil de nieuwe smaken. Jezus. De nieuwe smaken zijn gewoon fastfood bullshit. Nee. Ja. En het zuigt. Nee, gewoon nee. I'm just gonna keep refusing this shit. I don't care. Je kan er niks over zeggen totdat je het gegeten hebt. Het zuigt, Nikita. En je weet het. Je hebt het niet gegeten. Die waarschijnlijk Pizza Hut chips zijn gewoon de pizza chips, weet je wel? De pizza smaak chips. Ja, maar waar zijn er nu pizza smaak chips? Zijn waarschijnlijk gewoon de kip smaak chips. It's like, het is gewoon een manier waardoor jij misschien 5 cent meer betaalt. Komt goed. Voor hetzelfde. Let op. Ja, maar waar haal jij pizza chips vandaan dan? Nee, Adrian, luister. Oké, luister. Pringles. Overal. Ik weet alleen niet hoe ze heten. Adrian. Really? Waarom koop je dan legit vinden? Nee. Adrian, waarom koop je dan Pringles niet? Dit is. Waarom koop je niet? Yes! Sam, als je failliet gaat, wil je alles aan mij geven? Nee, ik ga het verdelen. Ik ga het heel kut verdelen. Je gaat blauw dus niet aan jongen geven, dat stem. Nee, ga ik ook niet doen. Blauw gaat naar Chris. Ja. Oh, dan komt hij weer terug bij mij. Geef me wat geld. You know, ik heb net echt een heel zwaar verlies geleden aan Chris. Dat vind ik niet heel fijn. Ja, ik ga zo meteen naar jongen toe. Chris heeft fucking veel geld. 10. Chris is going Chris out there. Chris heeft maar één straatje, dat verwoest iedereen. Doktersrekening? Iedereen, waarvoor ben je naar de dokter geweest? Wat heb je? Sleutelbeen weer gebroken. Okay, welke nu? Ja, maar ik heb wel een straat. Die ene. Je had ze toch allebei keer gebroken, of is dat nou... Ja, waarom? Alle twee heb ik al gebroken. Maar waar heb ze allebei? En de linker heb ik al 2 keer gebroken en de rechter 1 keer. Wat is er, jongen? Adrian, je beurt moet eindigen. Oh, ben ik aan de beurt? Ja. Sorry. Verkeerde knop. Daarmee even kijken. Ik heb deze kant een moes gemaakt. Ik heb 500 voor een bruine gegeven. Ik bedoel, mensen durven niet. Zeg, in huis is niks. Je kan er niks mee. Het kost mij te veel. Maar Sam, je hebt nog steeds een mogelijkheid om dat geld erbij te krijgen. Want het staat best laag. Sam, doe het niet. Jongen, kom naar geel. Graag. Waarom zei ik dat hardop? Nou, dat is misschien toch geel. Omdat het misschien helpt. There we go. 800 in de bank. En als ik dus nu die blauwe had gekregen en ik deed wat jullie zeiden... Dan was ze niet failliet. In geen wereld was zij direct failliet. Luister, ik had al mijn huisjes weg moeten doen, deel. Ja. Jullie hadden huisjes gehad en ik was dus fucked. En dat enige gewonnen. Letterlijk, als die deal doorging, was dit gewoon... Dude, je had al je shit gewoon aan andere mensen verkocht, wees eerlijk. En je zou door hebben gespeeld op het geld dat je had. Maar, de 5 cent. Het gaat meer om dat je op al jouw straten dan extra huis kan pakken. Maakt niet uit, ik wil niet dat je blijft. Abgooien, joh! God, Erik. Ik wacht nu gewoon de hele tijd wanneer Chris iets tegen me zegt, hoor. Gewoon dat voor volgende ronde weten we. Maar dat ik ook. Had wel gelijk, hè? Ik ben de eerste die bij Rustus gegaan. Fiscus, wat doe je er nou? Sam zat in gevaar, maar omdat jij die straat had gegeven, heeft hij nog mini-geld binnen. Ik kom gevangenis in de gevangenis. En voor some reason komt niemand meer op het station terecht. Je mag kiezen waar je komt, Chris. Ik zou zeggen, ga gewoon naar die kant voor start. Kies de gevangenis!
Kies schil 1. Ja, maar ik krijg altijd dan zo'n kaart, ga naar dit en dan kom ik weer... Betaal voor al je huizen. Betaal je in verder. Oh, fuck. Oh, yes. Oh, yes, Chris. Yes. Oh, yes. In theorie heb je nu al gekozen voor start. Ik heb toch 100 gekregen. Ja, en ik heb niet heel veel geld meer, dus fuck it. Chris doet gewoon een hele lieve donatie aan Sam. Ik ben arm. Ja. Ik ben zeg maar die zwerver die in het hoekje zit met zo'n bekertje. En Chris gooit er een muntje in. Ik moet wel zeggen, deze plek hier, deze van Johan, is echt rikt. Ja. No way, ik gooi dubbel 1 het moment dat ik daarvoor sta. Like, what the fuck? Maar weet je wat het erg is? Jullie gooien daardoor wel om mijn rode heen, elke fucking keer. Ja, maar ik heb nu dubbel, dus dit zuigt. Shake the dice. Nee, weet je, jullie stonden hier net met z'n drieën en alle drie gingen jullie er langs. Kijk, ik ben er weer overheen, maar dat zuigt. Jullie stonden hier met z'n drieën en alle drie gingen jullie achter elkaar eroverheen. Jij denkt dit is erg? Nee man, als je daar staat ben je veilig. I love what you done with this. Die is 16 euro dan. Groen. Dat is groen. En dat is de groen met 3, omdat ik hier in de folie pak. Oh nee. Well, I see you have $66 there. Sam komt er nu in met de 382 gelijk. Oh, wil je ruilen? What a share, what a trade, Sam. Ik vind het zo mooi, Chris heeft alleen maar één straat. Ik heb het. Ik ben, maar Joren, ik ben iets van 3 keer op jouw rooien gekomen. Ja, nee, maar niemand komt, sinds ik ongeluk heb, komt niemand meer op die rode. Nee, precies. Jezus, wat ben jij zei ik wel. Jij kwam ook echt op rood, groen, rood. Ja, nee, dat was echt niet fijn. Ik kwam op groen, of wel eerst op rood. Toen moest ik $900 betalen aan Joren. En toen nog een keer $900 aan Chris, omdat ik op groen kwam. Weet, hoeveel had ik gegooid? Geen wow, 35 euro. Oh, de 50? Oh, zo'n internet. Ja, maak er maar 50 euro van. Nee, Johan heeft weer money skies, kijk uit. Oh my god. Chris, je bent echt gewoon iedereen kaal plukkieren, man. Wat de fuck? Hij heeft hier. Oh. Ah, kijk Sam, dit ding is toch iets van 50. Give me $2. Hey. I want $2. Oh. Sam heeft weer een rond getal, hoor. Bordervie. Oh, 6. Bordervie. Ik wil, okay, ik want vijf. My money, oké? Okay? Dik niet. Oh, I want like, for Christmas. Volgens mij kom ik op geel en volgens mij is dat nog steeds te veel. Oh my god. Oh god. Well, this is cutting a little bit close, isn't it? Wow. What happened? Wat zei je net nog over de game? The fuck gebeurt er? Dude, huh? Kijk naar mij en kijk naar fucking Chris. Ja, maar dat is het hele idee. Ja, maar dat is yes, 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 yes. De server krijgt weer een muntje. Yes, ik kan weer naar de wc. Voor 50 cent. Het is nu niet meer een goede werkende economie. Oh, oké, 3 stappen terug. Wel weer naar de wc bij de HEMA, hè? Nee, ik ga altijd in die skeer toilet van de NS. Voor die 50 cent munten. Wow. Hey, look at that! Sam, ja, dat is nog het lekkere. Sam, je blijft nog even overleven. Oh, Sam krijgt dubbel. Even nog. Ik heb ze van je kant. Waarom krijg ik dubbel? Hoe? Kaartje. Oh. Dubbel? Ja, oh, kaartje. Ja, je gaf 200. Geen man kreeg gevangenis ofzo, oké. Okay. Oh, dus. No, dat is maar 90. Give me $20. I want $20. Thank you. Ik maakte net 400, Sam. Sam, ik hoef één keer op jou te komen en ik sta onder jou. Nee, maar kunnen we Oké, Sam, probeer groen te vermijden, UB. Gooi 2. Oh. Volgens mij heb ik het net gedood. 50 uit. Oh, Jezus. Die was eng. I do not like that. I want to go back to prison, please. I want to go back to prison. Gooi like 12 of zo. Dat is groot. Is dat ik? Oh. Ja, dank u god, dat is even ademhaling. Ik heb geld, ik heb geld. Joh, krijgt ademhaling. Problemen. Ademing gelegd, zo. Holy shit. Oh, ik ben. Sam, als je Joh misschien mond op mond geeft, dan krijg je geld. Wauw, nog een station. Interesting. Het is gewoon 300, Sam, heerlijk. Sam, we hebben bijna net zoveel geld. Oh, je kan nu 1 keer op Edelen terugkomen zonder problemen. Ik had eigenlijk eerder verwacht van Sam, als jij nu al die stations had. Nah, dat wel, ja. Dat sowieso, dat had die 400 had gehad, dat is iets anders, man. 6 is veilig. Okay. Just saying.
ik wil niet het risico nemen, denk ik. Nadia Malai, ik denk het is allemaal de fault, you fucking ass! Als ik daar dat kaartje pak, ben ik jou van mijn geld kwijt. Ja, dat zou ik kunnen. Dit, en ik sta nu niet minder dichtbij... Dit is een Nederlander. Ik sta nu minder dichtbij die gele. Dat is mijn hele intentie hier. Geel en groen pak de hele tijd in de kont. Oh my god. Bang voor. Oké, wauw. Oké, Sam. Kies gewoon de kanskaart erachter. Ja, want je gaat direct overstart als het goed is ook. Mooi is, iedereen die dit doet, gaat overstart. Iedereen die dit doet, gaat overstart. Pak de kanskaart, gaat naar Sam, betaalt Sam en gaat nog terugstarten. Oh, zie! Als ik je dat... Oh nee, dat is kans. Nou, oké. Jezus, Jorin, je bent helemaal lijp. Dankjewel dat je die eruit hebt gehad, Sam. Ja, dat is heerlijk. Sam is de enige die dat kan doen zonder problemen. Ik bedoel, ik heb er ook geen problemen mee. Ik weet al hoeveel het is. Ja, het is niet heel veel. Ik hoef niet eens zoveel te betalen daarvoor. Ik heb het al een keer moeten doen. Het was 250. Misschien nou, niet meer. Ja, maar Eden, dat was toen je drie huizen zat of zo, vier. 11, dat is over mij, dat is op je eigen paspoort. Heerlijk. Don't you just love it? Ik hoor dat niet in staat. Ik hoor alleen de muziek. Iemand is doof aan het worden van deze eentonige muziek. Ik vind het ook mooi dat ik... Even kijken, hoe lang zijn we al bezig? Op mijn OBS staat dat we toch 2 uur al bezig zijn. Kick the mic out. We zijn al 2 uur bezig. En dus we horen al 2 uur hetzelfde muziekje, just saying. Ja. Waarom kunnen we niet Halloween thema doen? You suck, joh. Je weet niet hoe je levels moet maken. Dit is wel Halloween. Nee, Switch, maar niet hierheen. Oh yes. De eerste keer dat iemand erop... Joren, here you have my $4. Oh my god. Sam heeft zoveel geld verdiend met die stations trouwens. Hij stond net nog op 60, remember. Ja, dat is waar. Kijk, stations zijn gewoon lekker. Weet je, dat zijn gewoon lekkere NS dingetjes. Echt een tyfuskind. Hé, hey, kijk, ik krijg mijn investering in Joren voor de helft terug. Ik heb 50% korting. Yeah. Oh. Nee, Sam, dit is wel heel erg schuld af, Sam. Nou, ik ga nog één ronde meekijken en dan ga ik een bed op, hoor. Ik wou zeggen, ga je het bed op? Ga je springen? Hey Sam, weet je hoeveel geld je hebt? Oh my god. Shut the fuck up. Je had echt nu al meer dan 1000 gehad. Door alleen deze kaart. Kunnen jullie gewoon even failliet gaan? En weer terugkomen in het spel? Oh my god. Oh my lord. Yes, Joren, dankjewel. Dit is leuk, want nu kom ik daardoor, ja. We're more after the Royale. Yes, we're about for 90. Joren, wij zijn een beetje de underdogs op het moment. Just saying. Oh my god. I just want to go to prison. I just want to go to prison, you know? I mean, yeah. Yes. Ik zeg geen drie kies, ik zeg geen zes kies. Dan zou ik jou eens voor 90 doen, dan betaal je 90. Negen is op jezelf. Dan betaal je hem eens. Oh, dat is niet waar. Jawel, weet je, dat van Eden was ook 90, dus het had niet veel uitgemaakt. Dat was ook 90 geweest als die 3 had gedaan. De laatste is 100. Dus ik had sowieso 90 moeten betalen, dat is gewoon het ding. Ja, basically. Maar dan was je wel verder weg af geweest van Jons Defco. En mijn Defro. Onze gedeelde Defro. Hij gaat zo meteen op vrij parkeren. Don't worry. Het is van rood tot met groen, gewoon niet veilig. Nee, not safe. Not safe for work. Wat? Ik ga pitten. Zie, ik zei het toch saai. Ik ben bankrupt en ik heb morgen heel vroeg opgestaan. De NPC nam het over. Oh ja, Joren, wel op tijd opstaan, hè? Duidelijk. Je mag niet te laat komen op werk. Adrian maakt daar geen misbruik van. Je moet niet te laat. Je moet altijd 5 minuten op tijd voor werk zijn. Dat is gewoon standaardregels. Wat? Waarvan? Dat hij gaat zeggen jij moet op tijd gaan slapen waardoor het spel gestopt worden. Oh, dat ja. Totaal niet de regels bij PostNL omdat je altijd net te laat bent. Gooien! Ja. Ook mooi dat jij dat weet trouwens. I know! I mean, ik weet het ook, maar dat is... Fantastisch! Had jij dat niet zelf aan hem verteld? Nee. Nee, heeft hij niet. Nikita. Wink, wink. Wanneer had ik dat verteld? Het is niet... Oh, ik moet trouwens gooien. Het is ook niet erg ofzo, maar oh like... My god. Had je dat niet door? God damn it. 5 minuten van tevoren op je werkplek zijn. Het is gewoon... standaard regels. Hell yeah. Je krijgt trouwens nog 4 van mij. Dus neem dit aan als een advies van 4 euro. Wij betaalt mij. Dat is dus een logica. Oh my god. Niet op groen. Dat is niet helemaal veel beter, maar sure, I'll take it. Number one victory, yeah.
Oh, je krijgt het nummer zuigt, maar het is weer 2 euro voor Sam. Alweer. Yes, ik heb weer een rot getal. Ja, goed zo. Dat betekent gewoon dat mensen 5 keer daarop zijn beland, hè? Ja. En omdat jij die 1... Oh nee, jij hebt 1 keer 4 betaald. Het is gewoon 2 keer. My time has come. Oh. Kom naar mij toe. Sam, 1. Ik doe 1. Kan je 3 doen? Hallo. 3 was ook van jou, en dan zat je... Ah, misschien ook weer niet. Oh, omdat je dubbel moest gooien. Dus ik zou ook 1 doen. 7 of 6, dat betaalt ook niet zoveel, maar 1 is goedkoper. Maar 7 of 6 is slimmer. Wat doet 7 dan? Doe 6, want anders kom je weer bij Johan erop. Nee! Ja, maar dan sta ik verder weg van rood. Dat is waar. Johan heeft gewoon, dit is de tol die je betaalt, zodat je niet op rood komt te staan. Ja. Ja, kom op rood of je betaalt gewoon dit. Hey, ja. Je komt op rood. Sure, oh, ik ben. God, I will sucky wacky. Gaat het goed, Sam? Nee, het gaat niet goed. Help. Oh, dankjewel. Stuur help. Ik vind het mooi dat jullie het meeste geld hebben. Het gaat gewoon tussen jullie door. We switchen ook gewoon van eerste plaats steeds nu. Ja. Het is basically nu gewoon gooien totdat iemand op Joris' death trap komt. En dan namelijk ik. Ja, of Joren of jij gewoon doodgaan. Zodat ik en Chris het kunnen uitspelen voor de XP en shit. Zodat we de items krijgen. Sam. Hmm? Adrian en Chris hebben allebei een death trap. Alleen die van mij is toevallig officieel het makkelijkst op kan landen. Basically. Ik bedoel, jouw is een death trap. Please, ook, please, please. Hallo, ik betaal Chris ook 900. Oh. Ja, maar No. Oké, Sam, ga je dingen verdelen? Ik denk dat heeft hij genoeg. Of van die blauwe. Alright, you know what? Hoe laat het? Okay. Je gaat dingen verdelen, Rijk. Alsjeblieft, dankjewel. Chris. Doet hij nog mij? Oh, hallo. Ik ga jou... Chris, ik ga jou even wat geven, oké? Okay? Geef hem ook een roze, zodat ik niet in deze straat krijg. Sam, ik sta je het laatste onder jou na. Geef Johan misschien 1 station. Gewoon ja, nee. Hold on. Oké, wacht, hoe ging het weer? Oh shit, nee, kut, hoe deed ik dat? Je moet het selecteren en dan hoe moet je naar iemand anders gaan? Dat ben ik even vergeten. Shift, maar je kan ook op drukken met je muis. Oh, yeah, there we go. Yeah. Oké, okay, yeah, dat is hem. Ik wil van jou $2. Daarvoor. Je kan ook 1 doen, maar oké. Okay. I want $2. Oké, okay, nice. Then... Okay, then it's Joren's turn. Then I'm gonna say to you. Dan zeg ik tegen Joren. Neem een roze. Neem een magenta. Je gaat hem 3 geven? Ja. Dan heeft hij hele stations. Ja, nee, dat is zo. I know that. Nee. Van Joren, van jou wil ik. Even kijken. Vraag gewoon als geld. Nee, hold on. Sam, don't do this to me. Nee. Hold on. Je weet wat je doet, hè. Je zorgt ervoor dat zijn rode straat 1 stapje verder krijgt. I want 69 from you. Ja, maar... No! Ik laat jou die hele roze geven. Jij kan dan doen wat jij graag wou doen, want jij hebt het ik kan geen huizen zetten. Jij hebt nu een automatische 200. Maar hij heeft genoeg. Nee! Nee, ik was failliet! Oh. Je kan je nog steeds failliet verklaren als je mij alles geeft. Oké, ja, wacht even. Ik moet eerst ook nog betalen ook, hè? What the fuck maar is nu heb je alles aan hem gegeven! Je had zelfs geld weg kunnen geven in de tussentijd. Geef het tweede van een hem in eentje. Ga! Ja, dat is 1 keer. Als je te snel bent, doe je altijd 2, toch? Oké. Okay. En van jou, Aiden, I want... Hij heeft wel veel geld. Gaat hij 420 doen. En waarom zei ik dat hardop? Dank je. Ik had eigenlijk een ander getal nemen, maar je hebt me nu wel op een mooi idee gebracht. So, wat was het andere getal? 96? Dat is zo ver, ja. Wanneer je met je ruggen tegen elkaar aan ligt in bed omdat je elkaar niet wilt zien. Dat is wel sad dat je dat kent. Het is niet helemaal eerlijk, hè. Dus je geeft meer aan hem.
Dude, jij hebt de stations, fuck off. Ik kan er niks mee. Ik krijg alleen klein geld van die straat. Kun je huisjes op blauw verkopen, zodat je ook veel meer dingen zegt? Ik wil je bruin, jongen. Geef me je fucking bruin. Geef me je oranje. Ik ga nog wel even meekijken. Ik ga nog wel even meekijken. Kan je ook bruin geven voor je? Oh nee, ik wil je niks geven. Dan ga je die hotels gebruiken tegen ons. Had je nou maar alles. Dat is wat ik bedoel. Dit is eerlijk, precies wat ik bedoel. Je had het overleefd als je alles had. Not gonna lie. Dat ben ik heel eerlijk in. Let's play. Dit is wat ik bedoel. Nou, gewoon, mocht even gewoon een laatste woord opgeven. Hij had het overleefd. Yes, dus. 3 is niet slim. Test is jezelf. Ik zou dat doen stellen. Of 9. Nee, 9 is panic. 9 ben ik niet doen. Ik weet wat ik moet. Jongen, ik kan kijken. Nee, je hebt dyscalculie. Nee, ik heb dyslexie. Nee, dat wil ik niet doen. Wat zeg ik nou net? Tera. Geef me dit! Doe het. Fucking noob. Het is niet alsof ik er huis op kan zetten. Nee, no. Maar gewoon nog. Let's roll the dice. Number 1 for 3, oh yeah, yeah, Fortnite's about to kick down. Yay! Deze wil jij hier doen, Sarah? Oh my god. Chris, ik weet dat je Johan beter kent dan ik, maar trust me, ik ben gewoon te bescheiden om in de chat te gaan. Ik heb al vaker gekeken om gewoon te joinen, maar dat is die Minecraft te spelen en shit. Nee, niet doen. Hij wil blauw. Geef hem geen blauw. Niet doen. Hij gaat hotellen niet. Oh my god, Chris. Wat is... Dit is legit. Van de... Dit is no games hier. Dat is een slecht idee. Oh boy. Wel, dan is de game wel snel voorbij. Hoor. Waarom denk je dat... Oh wait. Johan is dit aan het doen of niet? Chris mag nog een keuze maken. Ja. Yeah. $620 voor... Dat is geen $620, dat zijn twee losse en, like, wat, 320. De waarde van. Hou jouw ruil voor zijn blauwe, precies. Ik kan niet, waarom zou ik jou mijn blauwe geven? Want dat is de game. Dat zo werkt dit spel. Had iets aan mij te bieden, sure, you know, maar... Jij wil oranje niet nemen voor 1 euro? Of ik mocht niet oranje krijgen van 1 euro van jou? Wordt ik wil dit hebben. Oh god. Just do it. Dat is best wel slim eigenlijk. Heb ik ze nu alle 4? Ja. Ja, je hebt ze alle 4. Wat zou je willen proberen? Oh god. Armin, je hebt een hele straat, though. Ja, maar ik wil toch een tegenbod doen omdat ik hem wel heel hoog vind. Bedoel je... Oh god, hij haalt de hele ding eruit. Nee, dat is trash, jongen. Kom op. En je hebt een blauwe optie beneden. Yo, maar dat is trash. Holy shit. Wat is dit? Zie, dat is trash. Wat is dit voor? Wat is dit? Ja, maar aan twee losse kaarten heb ik niks. Nee, precies. Dat is trash. Ik denk meer dan dat hij net weet. Want hij gaat een hotel op zijn rood zetten. 2, zodat hij in ieder geval like 4 uit... Ik heb 1500! Jullie zitten op 4000! Dat hij 7 kan zetten. Luister, jullie zitten op 4000! Dit gaat... Maakt niet uit, Joren. Het maakt niet uit. Perhaps you should manage your portfolio. Oh. Oh, je kan hoe dan ook geen huisjes plaatsen, want je hebt meer geld dan mij. Je kan nog steeds huisjes plaatsen. Ja, het kost mij te veel geld en het levert me geen kut op om te doen. Ik wil gewoon niet. Er was net toevallig iemand op je geland. Ja, dan had hij mij $70 gegeven. Dankjewel. Ik ga geen hotel houden. Thank you for your patronage. Nou, wacht, kijk, ik kom nu op jou terecht. Nee, je staat er dichtbij. Dat oh nee, ik kom er niet op. Ik ga naar de gevangenis. Letterlijk, het domste om te doen is het niet hard hebben accepteerd. Dat is het hele idee. Nee, dat is niet het domste. Ik heb al 6 keer failliet kunnen zijn als jullie mijn deal hadden geaccepteerd. Precies, kan. Het had ook andersom kunnen zijn. Nee, want ik ga geen hotel. Jawel, want we hadden op jou kunnen landen. Ik ga hotels en kopen als ik jij... zelf 2500 minimum heb. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Als ik 1 hotel zet, heb ik 4 huizen, moet ik 800 investeren plus 4. Ja, maar dat is het probleem. Kan ik huizen verkopen? 950 investeren. Als ja, dat kan je doen, maar dat is een slecht idee. Hoezo is dat een slecht idee?
Omdat het laatste huid altijd geveld wordt. En waarom? Dan ben je waarschijnlijk waarom denk je dat ik het niet je hebt wel het meeste geld, maar het wordt dan een heel duur huisje. Het hele idee waarom ik het niet doe, is zo simpelweg... Als dat ik je dat geen doe, 2500 hebt. Nee, luister. Dat is als ik, gewoon bullshit. Ik koop één hotel, dat kost me 150. Plus 800 voor die huisjes te plaatsen. Plus, het laatste huisje moet ik veilen met jullie allebei het dubbele van mijn geld. Dat is het domste om te doen. Dan hebben jullie een huis meer, waardoor jullie nog meer duurder huisje. Eén huisje is 600 en jij euro. Kan twee hotels neerzetten en 7 huisjes als je genoeg geld hebt. Ja, dat zeg ik. Ik heb... Ja, het is letterlijk wachten op dat je, totdat je dat geld hebt en dan is het game set match. Of we kunnen nu wachten terwijl wij jou in controle houden totdat jij failliet gaat. En dat is gewoon het betere idee. Eerlijk, als je heel eerlijk moet zijn, dit is... Dankjewel. You're welcome. Gefeliciteerd. Dankjewel. Het gaat mij om de logica, niet om, als jij letterlijk dit met Eden... Dat is, ik zeg net, wat jij zegt is letterlijk... Er is kans dat je failliet gaat, maar er is kans dat je wint, toch? Nee, dit is de enige manier hoe we jou gaan uitmelken op het moment, qua hoeveel geld we hebben. Snap je? Over tijd hebben wij hier meer aan dan dat jij hebt als jij dat koopt. Nee, want daar zijn we gewoon online aan bezig. Nee, niet waar. Ik heb al 2 keer failliet geweest, 3 keer zelf. Als ik daadwerkelijk deze deals op ja, als je eerder was, maar het is een beetje een andere game nu. En ik wil gewoon niet dat je dat hebt. Ik wil niet dat je controle kan hebben over jouw eigen huisjes. Ik heb het geld niet voor controle, dat is het hele idee. Als jullie zelf op de 100 of 1000 staan... Je zit op 1500. Zelfs als zou je geen huisjes neerzetten op blauw, dan heb je nog steeds hotel op rood. Nee, maar dan hebben jullie huisjes. Het is hoe dan ook niet slim voor mij. Ik zet trouwens 5 kiezen. Waar sta ik met 5 dan? Kans. Hoeveel? Dus, echt waar? Ja. Sta ik echt op kans? Ja. De kanskaart gaat grijs daar. Ik ben al de hele game fucking eerlijk. Ja, dat soort dingen. Wow. Ik ben de hele game in alles eerlijk. 400, joh. Omdat je met kaartje loopt. Zie. Nog steeds niet genoeg, had ik nog steeds nee, gedaan. Is niet genoeg, sure. Had ik 500 minder, want ik had dat ook nog misgegeven. In ieder geval zet je al wat safer op je plek. Damn it. Het is in mijn Wacht geval pas gunstig als ik meer geld dan jullie heb, voordat ik ooit een huisje ga zetten. We zijn nu gewoon dood aan het maken. Heel langzaam, dat is. En ik haat deze game omdat het betraag is. En aan de andere kant ben ik ook zo van, ik ga niet opgeven, ik speel dit slim. Als jij wint, Joren, nu nog, zonder, dingen nog van jezelf op te moeten geven voor geld. GG. You did it. Maar deze game is puur kans, want het ligt er net aan, kom je nou 4 keer op onze grote dingen terecht of niet, weet je wel. Want we zijn ook heel vaak langs jou gegaan. Ik heb zo vaak op het laagste bedrag gezeten, ik had mezelf al lang failliet gewerkt. Als jij letterlijk iemand elke deal had uitgespeeld. Maar failliet is niet failliet als je op failliet terecht komt. Je kan nog dingen hypotheek zetten. Ja, ik kan nog keer gooien. Op het moment dat deze game zo hard in macht is, moest je nu gaan. Ja. Maar ik kan het toch proberen. Oh. Zie. En nu heb je weer veel geld. Ja, nu had het inderdaad. Dus kans. Nu kan je huisjes kopen. Ja. En nu kan je hotels kopen. En de game was altijd heel tegengekomen. Het is alleen puur kans. We kunnen niet zeggen waar we heen gaan. Het zuigt. Cut it off. Ik had wel af de discussies die uit gewoon een banking game komen. Maar het is gewoon de logica erachter. Ik haat Monopoly, Sam. Ik wil zeg maar zelf niet opgeven, waardoor ik duidelijk maak hoe dit werkt. Waarom moest je al die stationen aan fucking jongen geven? It's your turn. Dat was jouw meeste nice trick tot nu toe, Sam. Ja, laat ik het zo zeggen, dit keer heb ik het slim gedaan, want ik weet nog wel een keer dat ik per ongeluk toen gewoon op failliet had geklikt en dat toen al mijn straten naar Joren toe gingen. Ja, dat weet ik nog wel, daar had ik even niet bij nagedacht, dus toen heb ik Joren eigenlijk de free win gegeven, omdat ik aardig ook nog wel wat straat zelf had. Bullshit. Als je niet oplet met failliet, ja dan ben je echt. Gewoon omdat de game vertelt je ook niet dat hij al je kaarten krijgt, maar dat maakt het wel echt heel makkelijk. Dit is de tweede keer dat ik naar de gevoel
gevangenis. En Joren is blij dat hij erin zit. En ik heb nog een gratis kaartje, zo helpt ik. Ah, meen je. Ik heb in principe de economie is tering hoog nu tussen ons drie. Dat is niet meer normaal. Have you thought about upgrading? Ik bedoel... Ik sta onderaan. Dat is een station, right? Oh, nee. Gelukkig. Net eroverheen. Beter dan een station. Ik zag zoveel opties, ik dacht van Twitter, ik gooi verkeerd. Your turn starts now. Een mis. Ja, nu draait de hele game anders, gewoon omdat ik de hele tijd heb gedaan. Damn. Letterlijk, het is al drie keer voorgekomen dat ik vind. Nee, maar dus, in ieder geval... Het maakt niet uit, het is gewoon dat ik je het niet wil gunnen. Nee, maar in ieder geval, als je die laatste wel had gekregen, dan had je nu wel genoeg geld gehad. Dit is ook is eerlijk, dat is waar. Dat ben ik eerlijk. Het kost het is gewoon like, we moeten gewoon hopen dat de kans werkt. Hmm. Als de kans niet voor mij uitwerkt of voor Chris, dan, ja, dan heb jij gewonnen. Ja, maar het was GG. Toen allemaal duidelijk dat het niks uit had gemaakt, of je dat geeft of niet. Nu is het heel anders inderdaad, omdat het achter elkaar komt. Maar, ja. Maar dat zeg ik, het is gewoon kans. Oh, ik ben. Oké, ook kies ik oké. Eentje dichterbij. Ja, dankjewel. Sam voor bruin 1. De 2 euro. De 2 dollars. Niemand komt er ook meer op trouwens, just say. Dat is wel rechts, ja. Oh. Dat is Eden. Ja. Oh, geweldig. Ik heb tenminste weer wat geld. Kijk, dit is wat ik te zeggen. Nu is de kans voor mij weer hoger. Oh, ik ben pretty safe hier. Tenzij ik naar het station moet. Johan heeft nu ook gewoon een vast inkomen als we Monopoly Man gooien. Ja, dat is zuigt. Maar dat komt omdat Sam uit de game is, waardoor je niet meer genoeg mensen hebt. En dan wordt die Monopoly Man inderdaad heel kut. Nee, dat valt nog wel mee. Het is gewoon like... Hoe de rode dobbelsteen werkt met Monopoly Man. Het is eerst like de vrije plekken tussen stations in. En dan is het gewoon constant stations, zodat als je alleen jouw spullen ertussen zitten. Het is seks. Sekkie wakkie. Gooi leuk 3 achteruit of zo. 3 achteruit. Gewoon een min scoren. Ja. Gewoon min 6 gewoon. Kom op een kanskaart en wordt naar mij toe geduwd. Waar de fuck was ik ook alweer? En ik dacht, of is dat kans? Geen idee. Wow. There we go. Het zal eigenlijk alle gooien zijn kans, weet niet waar je terecht komt. Nu is Johan weer hoog. Ja, dit laatste deal was inderdaad niet slim, maar dat, maar dat is omdat we ook al Sam kwijt zijn en Lupita zijn al kwijt. Dus dat maakt echt dan inderdaad niet zo heel veel meer uit. Het is omdat jij de huisjes in bezit hebt. Ja, gewoon dat je een hotel erop zet, zodat ik ook een hotel kan neerzetten. Nu blijf ik alleen maar geen 90 krijgen, precies. En dat is... Nog niet. Dat is waarom ik je niet gun om iets te krijgen. Nee. Wat ik slim speel. Oh, het is niet per se slim, ik denk dat we alle twee slim spelen. Het is meer van... Het is meer van, like, omdat de kans van het gooien, toch? Want like, een dobbelsteen gooien is kans. Het is gewoon, like, ja, dat is waar. Je moet maar net op jou gooien komen, of net op mijn geel, of op Chris en Groene. Mijn deals waren waardoor... Like... It's time to find out whether you... Wauw, schoolgeld. Je zit niet... Ja, precies, je gaat niet meer naar school, fuck it. Betaal schoolgeld, jong. Ja. Sam, waarom betaal jij niet dat voor mij? Waarom zou ik moeten betalen voor jouw educatie? Omdat jij niet naar school gaat. Ik ga nog wel, oké. Okay. Slimmer lijkt. Wauw, ik zit weer onder 2000. We gaan zien.
Had je trouwens gelezen dat wij vrijdag 9:30 een afspraak hebben met de jury? Ik had je terug. Ik had je in dat bericht dat ik je in datzelfde bericht dat ik vertelde over dat ik iets laat was met Monopoly, had ik het ook daarop gereageerd. Dat is prima. En dat het deze vrijdag was, toch? Want dan is het goed, by the way. Ja, oké. Okay. Ja, nee, prima. En dan zaterdag is die uitreiking. Ja. Wat, hebben jullie gewonnen? Nee. Nee. Jongen, onze tegenstander, één van de twee spelers, heeft al 6 dagen in een maand tijd op Minecraft gezeten, op die server. Dus, dat mag toch? Je moet streamen tijdens dat je het aan het doen bent. Hij heeft 6 dagen in een maand gespeeld, 6 keer 24 uur. Ja, dat kan. Dan heeft hij gewoon niks beters te doen. Dat is waar, maar dan ga je ook niet meer winnen. Dat bedoel ik te zeggen. Eden, ik zou gewoon op enter drukken, dan is hij. Doe maar rustig. Ik check gewoon. Ja, die 7 heeft geen damage. Nee, precies. Ik wist niet of die 7 net voor of op je station kwam of erna. Ja, maar het liefst heb je hier toch? Want je wil zo ver mogelijk helemaal rood zijn blijven. Nee, niet echt. Ik wil gewoon doorlopen. Ik wil dat het spel gewoon doorloopt. 1, 2, 3. Plus, ik hoef pas like, net voor je rood te landen als ik daar ben. En het is niet alsof ik daar gelijk was. Guys, kom niet op met magenta. Dat is bullshit. Had je mijn huisjes? Ja, Joren. Had jij maar hotels. Ja. Yes. Het verschil tussen 4 huisjes en hotels te weinig dat om te spelen, inderdaad. Het scheelt 200 of zo, max. Oh, fijn. Ik zou 4 kiezen kappen. Oh, dit wordt leuk. Oefen. Het is eigenlijk best wel nice. Ja, ik krijg weer 200. Ja, precies. Oh, goed einde beurt. Ja, dat was jammer. Arigato. Kijk, zie nu heb ik weer gehad. Dit is een werkende economie. Nou, ik merk het. Zo geen feit. We zitten allemaal met 3000 zo wat. En jij hebt bijna 4000 zo. Waar je net natuurlijk onder bent gegaan, maar... Het is het punt hier. What I'm saying. En dus letterlijk nu gewoon iemand moet zoveel bad luck krijgen in like 5 rondjes. Dat we met z'n tweeën zijn. Hell yeah, daar zat hij niet als het is. Oh yeah. Take it baby. Ik zit over 3000, I'm good. Waarom mag ik nog een keer gooien? Ik wil dit niet. Jullie zaten net nog allebei op 4000. Why? Oh my god. Dat is ook nog station, right? Ja, tyfus. Ben ik weer onder 3000. En we gaan naar rood. Bijna. Niet eens, maar we staan safe voor rood, I guess. Ja, je kan hier bijna niet op rood gaan. Ik moet heel even mijn switch aan de open laten doen hoor. Give me a moment. Terwijl ik op einde beurt blijf staan. Terwijl ik jullie niet laat spelen. Zodat iemand gewoon zegt, ik ga mezelf alles verkopen aan iedereen, zodat ik weg kan gaan en slaan. Het boeit mij niet of ik om 2 uur naar bed ga of om 11 uur. Nee, Adrian be like, maar hold on, that was not part of the deal. Het ding is, bij mij moet het niet. Ik hou het vol. Ik denk dat ik het langer vol houd. Op een gegeven moment wordt het gewoon een game van wie houdt het langste vol. En op een gegeven moment is iemand gewoon zo, okay, I quit, done. En dan is het gewoon win by default. De enige wanneer ik zou zeggen, ik ga weg, shake the dice, is het moment dat ik naar mijn werk toe moet. En dat is om 5:30 ochtends. Nee, houdt vol tot 6:30. Ik ben ondertussen nog wel geweest, maar dan ga ik nog wel even kijken wie gewonnen heeft. Ik zet gewoon like, zo'n pogelding met water neer die op mijn spatiebal drukt om de zoveel tijd. Weet je wel, en eentje op enter. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Sometimes you have to pay the price. Dan stuur je gewoon een deal. Ik stuur je gewoon een moet deal je voorstellen als hij die straat had. Ja, ondertussen wel ja, de enigste keer dat ik uit heb gemaakt, de laatste keer. Alright, ik ben eroverheen. Kom ik nu op die van hem terecht? Ja. Even wacht. In principe zou het zelfs slim zijn voor Chris om deze weg te doen, omdat we elke keer op deze komen in plaats van zijn huizen. Maar aan de andere kant is het ook een inkomsten. Nee, want
je komt er nog steeds op, zelfs als staat op hypotheek, right? Nou ja, nee, één van ons komt wel standaard erop. Als jij hem in bezit had, dan ging je... Eerlijk, die ene... Ja, als ik hem in bezit had, dan was ik naar Chris gegaan. Maar daarbij, hij heeft wel inkomen. Ja. Maar ja, het is een 50-50, dat is pas een kans. Oei. Ja, maar Eden krijgt passief langzaam inkomen van deze straat, dat vind ik wel mooi. Het is niet eens echt een inkomen, het is meer like... Dit was je verloren, here you go. Ik denk dat je nog echt wel... 400 euro minimum uit daarop, hè? Oh ja. My god, dit is echt... Dit is gewoon echt zo van, dit is gewoon... Dit is gewoon echt, als ik hier naar kijk, ben ik gewoon zo van, yes. Interesting. Niemand kan ons geld opgeven, right? Dus het is like... Als we zo snel over de finish gaan steeds, dat is gewoon het klote, we gaan zo snel over de finish. Waarom weer? Ik wil... Laat me met rust. Ja, ik weet wel waar ik terecht kom, maar like, als ik nu nog een dubbel gooi, zit ik in de gevangenis. Het zou wel mooi zijn. Roep. Nope, dat ben ik. Ja. Oh nee, hij is nog niet. Oh, dat ben ik. Dankjewel, je hebt mijn leven gered. Nee, anders kwam je op oranje heen. Als ik 50 euro aankomt, Joren, een keer, dan heeft hij mijn leven net gered. Ja, sure. Oké, okay, die teken, die neem ik mee inderdaad. Oh, wat? Nee, is dat... Oké. Okay. Ja, het is minder dan dat ik daar heb betaald, maar nog steeds. Ja. Druk nou niet op je knopjes, jongen. Je scherm wordt zwart. Wat? Je stream. Ik zag het wel. Waar moet ik op tikken? Ik stik alleen op mijn toetsenbord. Dat is het punt. Oh. Ik zie al wat ik bedoel. Ja. Nee, het is goed nu. Zie. Hoppa, 5000. Ik ben al langzaam doodbloeden. Ja, ik ben langzaam aan het doodbloeden. Gaat dit? Weet je wat ik ga doen? Maar dat kan ik niet doen. Tering. Ja, ik kan het wel doen. Nee, ik kan het niet doen. Ik kan het doen! Dat zuigt! Wat? Dat, omdat jij in het midden staat, Joren, kan ik dat niet doen wat ik wil doen. Wat wil je doen dan? Ik wil mijn huisjes weggooien, zodat ik allemaal properties naar Chris kan gooien. Zodat ik gewoon uit de game kan gaan. Maar omdat jij ertussen staat, kan jij die huisjes eerder kopen dan Chris. En Chris kan niet van mij overkopen, behalve mijn andere straatjes. Maar like, de straatjes met huis kan hij niet kopen van mij. Which just sucks. Andersom kan wel, maar ik wil niet tegen Chris zeggen, geef mooie stuff. Dat gaat hem ook niet worden. En zelfs dan gaat maar om één straat. Keer. Oh. Ja. Oké dan. Here you go. Dus dat is, jongens, het heeft ons nu met de huisjes. Dat is de hele reden waarom jullie eigenlijk al lang niet hadden moeten accepteren. Nee, het is niet omdat we die deal moesten accepteren. Als mijn deals waren geaccepteerd, had ik het niet. Nog steeds gewoon het huis bezit. Het enige wat wij daaraan verdienen is waarschijnlijk één huisje. Ja, en dat is genoeg om mij uiteindelijk langzaam dood te laten bloeden. Nee, niet waar, want jij hebt dan 2 hotellen en 7 op blauw uiteindelijk. You get me? What ja, en ik weet wat je bedoelt, man. Dingen zo. Bring het even tussendoor. Doe 2, doe 1. Doe wat je wilt, I don't care. Dat was niet het goede. Ik wil heel erg dat je Facebook leest, Sam, en dan niks zegt. Niks lezen. Mm-hmm. Just look it for yourself. Niks zeggen. Sam, kijk Facebook. Yeah. Kijk wat er staat. Niet hardop lezen, niet zeggen. Maar kijk gewoon heel even kijken. En dan snap je hem niet wel. Ik leg hem uit als het niet meer uitmaakt. I mean, ja. Yeah. Mooi, hè? Hey, ik vind hem wel mooi. Ja, mooi, hè? Heel mooi. Let's see if chance is on your side. Oh. Ah.
We zijn echt al drie keer door deze stapels heen geweest dan. Let's roll the dice. Sometimes you have to pay the price. Don't give up. Persistence is the key to success. Nu gaan we langzaam de game afmaken. Ah. Impressive. Maar ze hebben lastig niet. Whatever happens, don't settle. Nee, niet is. Mooi. Let's play. Absolutely hate this. In het eerste keer is iemand gewoon echt zilver geld kwijt van deze dingen. Het zuigt zo. Ik haat Monopoly. Het is niet leuk. Het is. Het lijkt. De enige keer dat het leuk is. Wat jij nu voelt, joh. Is omdat je, like. Mensen aan het doodbloed bent, right? Daar hou ik ook van. Maar daarnaast haat ik dat het altijd zo fucking lang duurt. Het zuigt. En ding is, ik vind het altijd wel geinig hoe je het aanpakt, uiteindelijk aan het einde van de game is en dat kut. Maar hè, ik probeer nog wat moves te maken waardoor het interessant werd, maar... Nee, ik wou, ik wou gewoon hopen dat je daarvoor had doodbloeden, weet je wel. Ik wou je niet die kans geven om er nog uit te komen. Nee, dat was ik echt... Zag dat je daarmee had je meer spot om een kans te hebben. Dat was mijn hele punt om het niet te doen. Maar het ligt wel aan het kans. En you lucked out. You fucking lucked out. Zo. Die rode is gewoon best goed hebben. Die rode straat met huis is van best. Dat is waarom ik hem volgooi. Ja. Dank je. Het heeft ook niet enig gaan naar Hermanstraat. Dat is fucking Sam met zijn stations, man. Dat zuigt echt hard. Ja, dat deed je ook wel. Sam, je fucking eeuw. Dat is echt Ik heb Joren in de. Ik heb Joren gemonopoliseerd in de NS, dus alsjeblieft. Je hebt hem een inkomen gegeven, toch? Maar ook niet een kleine of zo. Wat ik heb gekregen, geeft me steeds meer 16 fucking euro'tjes. Dat is meer. The fuck? Dit is echt volle 200 en als je die kaart pakt, 400. Ja. Bullshit. En. Ik heb een blauwe kaart waar ik in heb. Ik gewoon de poly, maar het stuigt dat het zo lang duurt. En je moet gewoon hopen dat iedereen op slechte kaarten komt, behalve jij. Ja, hier. Ik had 49% van NS, dus ik kreeg die kaart gewoon. Ik heb betaald, ik ga gewoon... Fuck dit, ik haat deze game. Oh, ik haat deze fucking game. Oh god. Nu mogen jullie gaan veilen. Johan heeft het meeste gehad. Denk slim. I don't fucking care, dit stuigt dus zo hard. What the fuck, okay, sure. Please. Oh my god, ik vind het echt tering irritant. Tering irritant. Het zuigt. Ik kan dit maar één keer in de maand of zo spelen. Nee, één keer in de twee maanden. Een maand is al te veel. Tering. Wat is het allemaal dan? Weg ermee. Je moet kiezen of je moet meebieden. Ik koop ze nu allemaal voor een euro. Nee! Oh Chris, oh god, Chris. Zijn we sneller klaar? Ik koop ze allemaal voor... Ik kan net zo goed bankrupt klikken, vriend. Ja. Ik koop ze voor $11. Je moet kijken welke wil je hebben. Ik ga winnen, hoor. Nou, doe je best. Nee. Als het goed is, zijn er nu ook huisjes vrij. Maar het kut is, Joran heeft eerst. Joran heeft gewonnen. Zover. Dat zo doe ik business. Nee, Chris begrijpt het niet. Hij is de eerste persoon die huisjes mag kopen. En dat gaat hij ook doen. Oh, dat maakt mij niet uit. Jawel, je hebt verloren. Kan je gewoon failliet gaan, zodat we iets anders kunnen doen? Ik ben al uit de game, just, want het zuigt. May the best investor win. Dit is echt gewoon, dit is, oh god, dit is gewoon pijnlijk om te zien dit. Ik ben hem ook nog echt, ik ben hem al mee, die roze heb wat ik doe hem helemaal opgelegd. Oh zo. Ik heb, die roze heb ik hem helemaal opgelegd. Daarmee.
Oh fuck, ik had mijn geld hier op moeten zetten. Nou, oh, fuck it. Okay. Geweldig dit. Waarom duurt het zo lang? Oh, een escape spammen. Backspace. Gaat het sneller? Ik ben net klaar. Nee, maar we zitten alles bij. Niet gelukt. Ik ga gewoon de douchebag move doen en ik ga gewoon nu al. Oh jezus, hier gaan we. Kijk jongen, dan heb ik je huisjes een beetje zien. Ik zit eruit. Excellent. Hoeveel huisjes hebben we nog? Dat is zeker. Well played. 6. 5. Oh jezus. Nu pas van motels en nu wil ik een heel zekerheid. Hoppakee. Ik heb een bang aan nooit hotels. Dat is wel een. Oh. Schiet op, joh. Ik ben er mee bezig. Oh shit, ik ga het. Gaan bieden. Ja, bieden. Wat nou bieden? Kan ik bieden? Hallo? Schiet op, joh. Jij moet bieden. Maar ik kan niet bieden. Ja, echt. Waarom wel. Biedt hij biedt niet, nee. Ga je hebt geen geld. Ik kan niet bieden. Ik ga verliezen omdat mijn game van niet. Yes, yeah. Chris gaat winnen. Yeah. Yes. Deserved, dat is echt deserved. Druk op spatie dan, of enter. Of alt, of intrekken, werkt veel. Alt, delete. Oh, control, alt, delete. Geen enkele werk. Als die leave, dan heb ik legit gewonnen. Ja, en dat is echt dom. En dat is gewoon fair. ja, ik doe het ook echt uit nu op. Ja, man. Jij weet gewoon niet hoe je moet bieden. Dat ligt niet aan het spel, maar dat ligt aan jou. Ik kan niet bieden. I mean, ja, je had gewoon op play kunnen drukken, dan had ik letterlijk diezelfde ronde nog op end gedrukt en dan had je gewonnen, maar nee, je wilde alle huisjes kopen. Yes. That's basically just karma there. Nee, dat is niet karma, dat is gewoon de game die niet werkt, dat is het hele idee. Nee, de game dacht van, yes, jij koopt te veel. Investing in the city. Yes, bitch. Deze ook. Venster sluiten. Ik klik echt op dingen. Ik klik op de game, maar ik klik op dingen erachter. Dit is zo sad. Ja, ik moet wachten op jou, dus ja. Ja, dat weet ik. Ik snap het. Ik vind het zo dom, dit. Hij blijft ook hangen. Ik kan niet eens kiezen. En hij telt ook niet meer af. Dus het is gewoon een infinity end. Dit stopt niet. Hij stopt gewoon niet. Oké, dan hebben we officieel een gelijkspel. Gaan we kijken naar de waarde, vriend, als het gelijkspel. Nee, dat gaan we zeker niet kijken. Nee, dat is niet. Jawel, zo werkt het spel ook. Nee, zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. Geweldig dit. Dit is een mooi. Ik had nog kunnen winnen, dus nee. Nee, ik vind dit bullshit. Dit is gewoon een gegarandeerde winst was dit. Als ik nu een. Hey. Verbinder met nieuwe host, een moment. Een moment. Alle andere spelers zijn weg. Wait, alle andere spelers zijn weg. Je keert terug naar het hoofdmenu. En dat betekent dat Chris geliefd is. Nee, ik zit er nog steeds in hoor. Alle spelers zijn uit de game. Ja, jouw game. Ja, ik zit nog steeds in de game. Ik ook. Ja. Joris, spel verlaten. AI Anthony neemt het over. Ja, je kan daar mee ruilen trouwens. Heel makkelijk mee ruilen. Anthony, ja, nee, hallo. I'll take this fucking win. Ik heb gewonnen. Als Ubisoft een game ziet werken. Als Ubisoft een game niet werkt. Jammer, die Anthony doet ook dit niks. Dit was een mooi einde. Geweldig, dit. Beautiful.
Dit is zoals een gelijk spel, helemaal als hij niet verder kan spelen. Anthony neemt het over. I'll take this. Maar Anthony doet helemaal niks. Maar Anthony is ook gecrashed. Oh my god. Verbinden met nieuwe host. Russet, je hebt gewoon gewonnen. Hou maar op.